Ja, waar luisteren we naar? Hè? Ik weet niet of er publiek tussen zit die voor het eerst komt. Maar dit is bij ons weinig gebruikelijk. Jij komt spelen hier voor in het verband met de Week van de Vrijheid. Je hebt net een nieuwe cd uitgebracht. Watching the Trees. En je band heet Naked. Klopt. Oh, en je naam? Arie Spaans. Jongens, goed onthouden. Arie Spaans, Naked. Waarom de titel Watching the Trees? Nou, omdat tegenwoordig de mensen voornamelijk eigenlijk zo zitten te kijken. Of op een beeldscherm. En ja, Watching the Trees is eigenlijk een metafoor van we moeten niet vergeten wat, waar het leven eigenlijk begonnen is. Terug naar de basis of zo, een boom. Daar kijken we niet naar. En ik pleit ervoor juist om wat meer om je heen te kijken. En dat is de bedoeling van die tekst. Geweldig, dankjewel. Kun je nog een nummer voor ons spelen? Ja, nog twee zelfs. Nog twee, geweldig. Geniet, jongens, geniet. Sing a song in the morning light. It sets me free. Tell me a story of someone somewhere in the summertime. Oh, let me dream. Once I believed I really could change the world. Yeah, hold the key. The moment will come when you know life is a miracle. You hold the key. I'm watching the tree. I wanna leave it all behind, and all I gotta do is breathe. What does it mean to regret when you know there was no choice? What's left to do? What made you think letting go is the easy way? Who knows what's true? I'm watching the trees and see the leaves as they fall. I wonder what it means to be feel and breathe. I'm just part of everything. Embrace the moment I can be and feel. Only human can cry tears. They climb the mountain without fear. Ruim 40 jaar geleden, maar nog steeds heel actueel. Nummer is van John Lennon.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us, and the world will be as one. Imagine no procession. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us, and the world will be as one. Dank u wel. Dat was Ari Spaans van Naked met een nieuwe CD, net uitgebracht, Watching the Trees. En dit is naar aanleiding van de Haagse Vrijheidsweken. En in tegenstelling tot wat ik net zei, is het niet één week, maar 3 weken tot 5 mei. Nogmaals een hartelijk applaus. Dankjewel. Kars, we beginnen weer, hè? Ja. Ja, zal ik jou het woord geven? Doe dat eens. Hallo. Ik ben Kars Veling, dit is Roos Wouters, de mensen die hier vaker zijn, die weten dat. En wij, ja, wilt u, kijk, daar is Francesco van Jolen. We waren al even bezorgd dat hij het niet had kunnen vinden. Daar zijn de anderen, kom maar bij even zitten. Zoals gezegd, Roos Wouters en ik, Kars Veling, wij zijn de gast... Vrouw gastheer van vanmiddag, zoals dat vaker gebeurt hier. Roos gaat straks een column voorlezen om even de toon te zetten. Zij zal ook u helpen om zich in de discussie te mengen. En als u dat niet vanzelf doet, dan zal ze daar wel bij aanmoedigen, zoals dat vaker gebeurt. We hebben een aantal interessante gasten. En ik zou eigenlijk willen vragen of zij achter de tafel willen gaan zitten. Een van hen straks nog een inleiding houdt, maar dan kan ik, als u daar bent, u... Even een reactie al vragen op wat Roos naar voren brengt. Ja, wilden jullie een plekje zoeken? Ja, als u hier op de zijkant blijft. Ja, hè? Ja, dat klopt. Mijn naam klopt er niet. Dat was het. Dat zat Tom. Wat zeg je? Tim is in Tom veranderd. Oh, Tom. Ja, het is... Ach, moet kunnen.
Heel hartelijk welkom. Nou, we gaan er een mooie middag van maken. En nou, Roos, ben benieuwd wat jij ons te vertellen hebt. Ja, ik zal mijn column voordragen. Mijn column heet Internet is een blijvertje. Een maand geleden besloot ik in navolging van mijn platen, cd's en alle boeken de deur uit te doen. Zonde van de ruimte, alles staat tegenwoordig in de cloud. En die hoef ik tenminste niet af te stoffen. Ik werd net al geattendeerd, wat is de cloud? Nou, op het internet. Ja, dat is een opslagruimte op internet. En daar heb ik zo al mijn boeken, mijn muziek, alles gezet. En dat is zo fijn. Daar kan je gewoon bij, zodra je internet hebt. En dan hoef je niks af te stoffen. En het neemt ook helemaal geen ruimte in. Ook mijn werk, administratie en fotoboeken bewaar ik inmiddels in een virtuele doos. Is er internet, dan heb ik toegang tot al mijn belangrijke werk- en privégegevens. Opgeruimd staat netjes. Ik kan mij een leven zonder internet nauwelijks nog voorstellen. Toch is het pas 17 jaar geleden dat nieuwslezer Joop van Zijl het jaaroverzicht afsloot met de legendarische woorden: dit jaar blijkt dat internet een blijvertje is. Nu al hebben meer mensen een pc dan een magnetron. Wilt u hier meer over weten? Zet dan uw pc aan. Start uw webbrowser. Als u online bent met uw provider, typt u HTTP. Nou, en zo nog even door. En toen vroeg hij, hebt u dat? Je kan het op internet zoeken, dit filmpje. Je ligt echt in een deuk, omdat het zo gedateerd is inmiddels, terwijl het eigenlijk nog maar zo kort geleden is. En internet is niet alleen een blijvertje, weten we nu. We zijn er tegenwoordig ook volledig afhankelijk van geworden. Omdat we zowat alles via internet aansturen, opvragen, zoeken en bewaren, is een pc zonder wifi ongeveer net zo onbruikbaar als een magnetron zonder stroom. Mijn zoon zat laatst achter mij en die was met zijn pc bezig en die zei, mam, hij is stuk. Hij was niet stuk, alleen de wifi, de internetverbinding deed het even niet. En volgens mijn kinderen is dan ook meteen de hele computer stuk. Ja, is dat een probleem? Internet is niet alleen een blijvertje dus. En daarmee hebben we ons hele hebben en houden in handen gelegd van een klein clubje knappe ICT-nerds. Is dat een probleem? Tot voor kort haalde ik schamper mijn schouders op als mensen mij vroegen of mijn gegevens wel veilig bewaard werden in die virtuele doos van mij. Meestal lachte ik dan en antwoordde ik dat ze nu in elk geval beter beveiligd zijn tegen brand- en waterschade dan bij mij thuis. En bovendien bezit ik maar weinig gevoelige informatie. Toch merk ik steeds vaker dat het veiligheidsvraagstuk ook bij mij begint te knagen. Banken die gehackt worden, ICT-specialisten die mij adviseren om elke dag een printje van mijn bankgegevens te maken, verzekeringsmaatschappijen die eenvoudig bij mijn medische gegevens zouden kunnen komen, mijn DigiD die niet waterdicht blijkt te zijn en DNS die veel meer gegevens van mijn reisgedrag registreren via de OV-chipkaart dan dat ze mogen. En met klap op de vuurpijl het bizarre feit dat jarenlang kinderporno op de officiële justitiewebsite rechtspraak.nl kon worden gevonden. Met de gegevens die ik in de cloud bewaar, neem ik het niet zo nauw. Het grootste gedeelte heb ik zelf al zichtbaar op het web gezet. Maar als grotere instanties, organisaties en overheden waarvan jij en ik grotendeels afhankelijk zijn, zo slordig met onze digitale gegevens omgaan, dan vraag ik me toch af of ze daar niet eerst een diploma voor moeten halen. Tot die tijd zeg ik DigiD, DigiNee, want ooit hadden we internet, maar nu heeft internet ons. Ik wilde eigenlijk even een reactie vragen, eerst aanleg op wat Roos naar voren brengt. Ik begin even aan deze kant. Er was een politieke partij nodig om over dit soort dingen na te denken en de publieke opinie te beïnvloeden. Vertel even iets over de motivatie daarachter. En heeft ze gelijk dat het internet ons heeft? Het begint er wel op te lijken. En de mensen die het internet controleren, controleren daarmee ons weer. Een van de belangrijkste standpunten van de Piratenpartij is, wij willen een transparante overheid en geen transparante burger.
En wat je nu ziet, en Roos gaf het ook al aan, met het EPD, het DigiD, maar ook met de manier waarop de overheid al je surfgedrag, al je e-mailgedrag, je belverkeer, allemaal opslaat en controleert, hebben wij het idee dat de burger steeds meer in beeld is van allerlei verschillende instanties die precies weten wat de burger op een bepaald moment denkt, doet en waar hij naartoe gaat, terwijl de overheid steeds minder grijpbaar wordt. Oké. Tim, staat Tom, maar hij heet Tim Toornvliet. Vertel even iets, even wie je bent en wat je verbinding met dit thema is. En ben je net zo bezorgd? Ja, redelijk. Ik werk voor Bits of Freedom. Dat is een stichting die opkomt voor internetvrijheid. Met internetvrijheid doelen we concreet privacy en vrijheid van meningsuiting. En ik denk dat dat naast veiligheid de grote onderwerpen zijn. Als je het hebt over internet en de controle die je nog hebt als internetgebruiker. Op je eigen gegevens, op wat je kunt zeggen, op wat anderen van jou weten. Dus ik sluit me grotendeels aan bij Dirk ernaast me en ook bij wat Roos constateert. Okay. Mevrouw Anne-Wil Duter is lid van de Eerste Kamer voor de VVD. Ze is ook ondernemer en ook op dit terrein heel veel expertise. Dat zal later vast nog blijken. Misschien wil u even iets toevoegen en ook, er zal vanmiddag vast over politiek veel gezegd worden en over onzorgvuldigheid en risico's die we lopen. Geef eens een eerste reactie, is dat zo zorgelijk, ook naar uw ogen, in uw ogen? Trek even die microfoon. Ja, is die zo helder, duidelijk? Ja, dank u wel. Ik ben niet zo bezorgd als Roos in de column is. Ik zou bezorgd zijn als ik niet zou weten dat er wetgeving aankomt dat er allerlei Europese instituten bezig zijn met het ontwikkelen van raamwerken, instrumenten en dat er ook wetgeving vanuit Europa aankomt die organisaties verplicht stellen om burgers de controle terug te geven over hun eigen gegevens. Ik ben van mening dat als wij dat inderdaad allemaal gaan doen en het lijkt erop dat de Europese wetgever organisaties daartoe echt gaat verplichten en dat ook daadwerkelijk gaat afdwingen, dan zullen wij weer een heel eind in de goede richting gaan. Maar ik ben het met Roos eens dat als wij niets doen en gewoon doorgaan op de door ons ingeslagen weg en ons niks aantrekken van beveiliging bijvoorbeeld, dan maken we er een potje van en dan wordt het niks. Oké, nou, het klinkt toch een beetje geruststellend. Ik ben benieuwd of Francisco van Jolen het daarmee eens bent. Bekende voor velen, neem ik aan, een journalist. Heel lang al actief op dit terrein. Beslist niet iemand die moet worden uitgelegd wat de cloud is. Hè? Maar wat is er aan de hand? Moet er een kalf verdrinken voordat we de put dempen? Of? Nou, als dat een keuze zou zijn, dan zou je het er nog over kunnen hebben. Maar die keuze die is er bijna niet meer. En dus je kunt wel zeggen DigiD, ja, en dan word je eigenlijk iemand zoals die zegt van in de vorige eeuw van ik hoef geen elektriciteit. Hè, dat je kan zonder elektriciteit leven, maar het wordt wel, kan je nog normaal functioneren? Nou, op het moment dat je zegt ik wil niets meer met dit soort dingen te maken hebben, ja, dan sluit je jezelf af voor de maatschappij die daarmee verder gaat. En ik ben niet zozeer bang voor de overheid, want ik denk dat de overheid, daar hebben we nog als voordeel bij dat we daar zelf nog enige controle over kunnen uitoefenen. Je ziet dat internet wordt steeds meer bedrijven. Hè. Voor een heleboel mensen hier, denk ik in de zaal, zal internet Google zijn. Op het moment dat zij iets met internet doen, dan doen ze dat via Google. En dat heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat dat geldt voor iedereen die hier in deze zaal zit, aan Google durft u dingen te vragen die u aan niemand anders durft te vragen. En dat hebben we ook allemaal wel eens een keer gedaan. En Google weet dat. Dus dat geeft ongeveer je verhouding meer wat je met een groot bedrijf hebt die dat van miljarden mensen op deze planeet weet. Of in ieder geval dat kan herleiden. Dat geeft een enorm veel macht. En als u niet naar Google gaat, dan gaat u naar Facebook. En dat is een ander systeem. Met als kenmerk dat het nog slechter is. Hè? Dat het nog verder ingaat in je leven. En nog verder erop gedraaid is. Dat als je denkt, ik weet niet of er mensen zijn die denken van ja, reclame. Ik kijk liever geen reclames op televisie. Want die beïnvloeden me. Ik wil me niet laten leiden door reclame. Nou, televisiereclame is echt heel netjes vergeleken bij wat er op internet met je informatie gebeurt om jouw gedrag te sturen. En
Ja, je kan je daaraan onttrekken, maar dan leid je het leven van een kluisenaar. Het is een beetje makkelijk, maar dan zou je zeggen van gelukkig hebben we een college bescherming persoonsgegevens. Dat is natuurlijk wel zo. Ja. Dat is natuurlijk wel zo. En meneer Thomassen is een van de drie leden, hè, van het college. Kun je iets vertellen even over het college en ook over uw eigen achtergrond? Ik kan over het college vertellen, maar dan ga ik vooruitlopen op mijn inleiding natuurlijk. Dat gaat u straks doen. Nee, ik ben sinds 1 december 2011 een van de collegeleden. Feitelijk zijn we op dit moment met twee mensen en ik ben belast met wat wij dan noemen toezicht. Dus ik houd met een man of 40 toezicht op de wijze waarop overheden en bedrijven omgaan met het verzamelen van persoonsgegevens, kort gezegd. En mijn andere taak is, daar kom ik straks nog even op terug als het goed is, is het adviseren van de wetgever voor zover het gaat om wetgeving die persoonsgegevens aangaat, betreft. Prima. Nou, we hebben meneer Thomassen gevraagd om een inleiding te houden. We hebben een indruk gekregen van wat er speelt, de zorgen die er zijn. Zijn we nog op tijd om wat te doen of hebben we het nakijken? Valt er niks meer te keren? Nou, wat is er aan de orde? De College Bescherming Persoonsgegevens heeft natuurlijk sinds bestaan ook al heel veel meegemaakt. Er moest van alles natuurlijk opnieuw worden bedacht en ingericht. Ik ben erg nieuwsgierig naar uw inleiding. U gaat ons wat wijzer maken. Meneer de voorzitter, mag ik een opmerking maken? Ja. Bijdrage van Roos? Wacht even. Dan krijgt u straks. Ja, nee, dat kan straks zeker. Maar ik wil graag eerst nu meneer Thomassen vragen om zijn verhaal te houden. Ja. Ik wil wel even plaatsmaken. Nee, ik denk dat het beter is dat u uw verhaal houdt. Dank u wel. Laat ik daarmee beginnen. Dank u wel, meneer Veling, voor de uitnodiging om hier vandaag een inleiding te mogen houden. Wat deze bijeenkomst, waar ik nu mag spreken, raakt de kern, denk ik, van het werk. Even in die microfoon. Waar. Dank u wel. Wat deze bijeenkomst raakt, de kern van ons werk, van mijn werk. En maakt bovendien deel uit van de Haagse Vrijheidsweken, waarin rechtsstaat een van de thema's is. En privacy, waar we het over gaan hebben. De bescherming van persoonsgegevens is een grondrecht en een pijler van die rechtsstaat. Dat is een grondrecht verankerd in het Europees recht, in onze grondwet. En uiteindelijk in de wet bescherming persoonsgegevens. En voordat ik nu verder ga, ik keek naar buiten toen ik van kantoor wegging en het regende, dat het goot. En we hebben als een donder een taxi genomen en u bent ook hier en heel veel van u hebben helemaal geen taxi genomen. Dus ik moet wel zeggen, zeg ik dan maar even, namens ons allemaal hoe geweldig ik het vind dat u hier bent. Want ik denk dat het ergens in Nederland al bijna lente is. Andere mensen zijn nu bezig om plantjes te kopen om zondag hun slag te slaan. En u zit hier om te luisteren naar mij en ik vertel heel graag over het werk wat ik doe. Dus ik hoop maar dat ik aan uw verwachtingen kan voldoen. Misschien willen ze, ik zijn ze wel gekomen om allemaal hele moeilijke vragen te stellen straks. Dus dan, ze kunnen haast niet wachten. Dus. Graag zelf. Graag. Ik weet sinds ongeveer, laat ik ook nog zeggen, ik weet sinds ongeveer een jaar van de cloud. Want ik ben iets meer dan dan een jaar nu bij het CBP. En ik heb dus het afgelopen jaar over de cloud geleerd. Ik wil vertellen over het grondrecht privacy, de bescherming van persoonsgegevens. Ik wil u vertellen over het CBP. En ik wil u nog wat vertellen over het wetbescherming persoonsgegevens en search als zodanig, hè, wat daarin staat. Privacy, bescherming van persoonsgegevens is een grondrecht, waarachter denk ik weer een heleboel andere rechten en vrijheden schuil gaan. Bijvoorbeeld het recht om niet gediscrimineerd te worden. De vrijheid om je eigen leven te leiden, zal ik maar zeggen. En je te ontplooien zonder voortdurend te worden achtervolgd door keuzes of beoordelingen uit het verleden. En dat zijn, laat ik daar ogenblikkelijk mee beginnen, dat zijn rechten en waarden waarvan ik vind en van wij vinden dat daar zorgvuldig mee moet worden omgegaan. En de praktijk wijst uit dat dat niet meevalt. De privacy staat onder druk. En ik ga proberen om niet negatief te doen. Ik ga niet somberen, want ik vind dat een toezichthouder, zelfs een hele strenge toezichthouder, niet moet somberen. Maar het is wel zo dat privacy in die zin onder druk staat, dat het overal is. En laat ik ook dit zeggen. Wij spreken over privacy, en die term ga ik ook gebruiken. Eigenlijk, heel eerlijk gezegd, als het niet zo'n betrekkelijk informele bijeenkomst was, dan zou ik liever spreken over bescherming van persoonsgegevens. Dat is preciezer en zakelijker.
Anders gezegd, ik vind privacy een soms wat huiselijke term. Waarbij mensen denken van, ach, wat privacy dat, hè. Het gaat uiteindelijk om bescherming van persoonsgegevens. En die staan inderdaad, dat kwam al in de inleiding aan de orde, op talloze manieren onder druk. Hè, wat gezegd wordt, of je nou in een winkelgebied loopt. Of dat je met de tram gaat in Rotterdam. Of dat je over de snelweg rijdt. Je wordt in beeld gebracht. Je wordt feitelijk voortdurend gevolgd. En inmiddels kunnen we daar ook afgelopen weken het toezicht vanuit de lucht door middel van drones aan toevoegen. En vorige week nog was er een winkelketen en die haalde het nieuws. We hebben er ook wat over mogen zeggen als college. Met het feit dat eerst kwam het bericht binnen, ze volgen hun eigen medewerkers met een camera. En vervolgens, en toen wisten wij dat we in de benen moesten komen, zou ik maar zeggen, dat zelfs medewerkers van andere winkels zonder toestemming en zonder dat gezegd was, werden gevolgd om toch maar vooral vergelijkingsmateriaal te hebben. En verder kan ik u zeggen, en dat geloof ik net ook al gezegd, wordt heus opgeslagen met wie je belt en van waar je belt met je mobiele nummer en wanneer, et cetera. En naar aanleiding van uw surfgedrag inderdaad op internet worden profielen van u gemaakt en worden op basis daarvan, en we weten het inmiddels allemaal, worden op basis daarvan allerlei aanbiedingen terstond aan u gedaan. En belangrijker, en dat is de kern, wordt u hoogstwaarschijnlijk anders behandeld zonder dat u het weet dan uw buurman. Dus onze fysieke wereld, de wereld waarin wij daadwerkelijk leven, die we kunnen vastpakken, versmelt steeds meer met de digitale wereld. Nou, ik wil niet negatief doen, want al die technieken zijn geweldig uitdagend en zijn geweldig belangrijk en zijn ongelooflijk handig. Tegelijkertijd wilt u wel graag weten dat er profielen van u worden gemaakt, dat u automatisch van kenmerken wordt voorzien en wat dat dan betekent en wat mij vooral betreft vooral dat u daar ook zelf een keuze in heeft. Nou, uw gegevens zijn dus inmiddels opgeslagen in heel veel databestanden van de overheid. En die overheid is ook steeds meer geneigd om die bestanden met elkaar te koppelen. Francisco Viola zei geloof ik iets over. Dat de verleiding van de technologische mogelijkheden, ook voor de overheid, die efficiënt moet werken, effectief moet werken, geld wil besparen, maar ook klantvriendelijk wil zijn, laten we eerlijk zijn, om bestanden te koppelen, die verleiding is reuze groot. Maar dan is er ook het gevaar dat de gegevens die u ooit eens aan de overheid voor één doel verstrekte, inmiddels ook voor een ander doel wordt gebruikt, misschien wel voor heel veel andere doelen. Ik noem het maar even allemaal. Daar ben ik nog lang niet volledig, want uw persoonsgegevens worden in oneindig veel meer bestanden verzameld en op oneindig veel meer terreinen van de samenleving gebruikt. Het grondrecht op de bescherming van persoonsgegevens, want daar hebben we het over, is geen absoluut recht. Dat wil dus zeggen dat er altijd, als je dat recht in stelling wilt brengen, een afweging moet worden gemaakt. Een absoluut recht is bijvoorbeeld dat de overheid niet mag doden of niet mag martelen. Dat geldt niet voor het recht van de bescherming van je persoonlijke levensfeer. Dat is een afweging, ik kom er wel op terug, denk ik. Of het dan gaat om bedrijven of om overheden die werken met die gegevens, ze hebben daar goede redenen toe, maar ze moeten het zorgvuldig doen. De overheid streeft bijvoorbeeld allerlei doelen naar. Criminaliteitsbestrijding, belasting innen, doorstroming op de huizenmarkt, bevorderen, ik noem maar wat. En daarvoor heeft ze onmiskenbaar gegevens nodig van mensen, van burgers, heel veel gegevens van heel veel burgers. En ondernemers willen geld verdienen met nieuwe producten en diensten en leggen daartoe klantenbestanden aan. En dat mag natuurlijk ook, dat moet. En wij, het CWP, zijn daarin bepaald geen showstopper. En dan gaat het wel bij het nastreven van die maatschappelijke en commerciële doelen om de manier waarop wordt omgegaan met uw gegevens. Denk dan maar aan uw medische gegevens. U kent het elektronisch patiëntendossier waar wij ons ook mee hebben beziggehouden. Of denk aan de informatie over u in ziekenhuiscomputers. Denk aan uw financiële gegevens bij de banken. Gegevens bij de fiscus. Zegt u? Ik zal nog beter mijn best doen. Financiële gegevens was ik gebleven bij banken, bij de fiscus. Denk aan de appjes die vastleggen waar u zich op welk moment bevindt. Nou, waarom is het zo belangrijk wat ons betreft dat er zorgvuldig met al die gegevens wordt omgegaan? Die gegevens, of een combinatie ervan, zeggen zoveel over uw keuzes, over uw gedrag. Uiteindelijk over de manier waarop u uw leven inricht en over uw identiteit, wie u bent. En in beginsel moet u dus zeggenschap hebben over wat er met uw gegevens gebeurt. En dat is niet omdat u iets te verbergen heeft, of omdat ik iets te verbergen zou hebben. Het idee van ik heb niets te vrezen, want ik heb toch niets te verbergen. Dat is een negatieve benadering. Dat gaat ervan uit dat wie zegt ik sta op mijn privacy, dat die
iets te verbergen heeft. Iets wat het daglicht niet kan verdragen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat er wat mij betreft om dat u de gelegenheid krijgt, dat wij de gelegenheid hebben om iets te beschermen wat we niet zonder meer met anderen direct zouden willen delen. En zo om te gaan met persoonsgegevens, de bescherming van persoonsgegevens is primair de verantwoordelijkheid van de mensen, de instellingen, overheden, bedrijven die die gegevens verzamelen en gebruiken. En ze moeten zich aan de wet houden en ze moeten dat grondrecht van u en mij respecteren. En het college bescherming persoonsgegevens is toezichthouder op de naleving van de wet waarin dat geregeld is, de wet bescherming persoonsgegevens, in zowel de publieke, ik zei het al, als de private sector. En wij zijn geen actiegroep. Andere mensen, actiegroepen, politici, journalisten kunnen ons wel helpen. Het is ook heel goed dat vertegenwoordigers daarvan ook in dit panel zitten. Voor u denk ik zomaar, hoop ik bijna, is de CBP, is de wet bescherming persoonsgegevens geen dagelijkse kost. Ik zal u daar kort iets over vertellen als u het goed vindt. Eerst de wet zelf, de WBP, gebaseerd op een artikel uit de grondwet. Sorry, ik ga op. Zo. Ja, steeds als u die kant op kijkt, dan valt u weg. Is goed. Ja? Goed. Ik zal heel stil blijven staan. Ja, sorry. De wet bescherming persoonsgegevens, heel in kort. Die wet geeft een aantal kernprincipes die je in het Nederlands recht terugziet en in het Europese recht. In de eerste plaats, verzamel overheden, bedrijven, alleen persoonsgegevens voor een heel duidelijk vastgesteld doel. Verzamel en gebruik niet meer dan je nodig hebt, dan noodzakelijk is voor dat doel. Informeer de mensen waar het over gaat, dat je verzamelt en wat je ermee doet. En last but not least, beveilig die persoonsgegevens volgens de stand van de techniek. En over het laatste nog het volgende, buitengewoon actueel. Iedereen moet erop kunnen vertrouwen. Dat is natuurlijk het begin en het einde van het verzamelen van persoonsgegevens, dat die gegevens voldoende worden beveiligd. Als dat niet gebeurt, kan dat immers leiden tot ongelooflijk veel schade. We hebben de vorige week de ING gezien. Datalekken, zoals wij dat noemen, kunnen bijvoorbeeld maken dat mensen slachtoffer worden van identiteitsfraude. Een paar weken geleden heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken nog eens naar buiten gebracht dat ze vermoeden op dit moment dat in Nederland zo'n 600.000 tot 800.000 mensen het slachtoffer worden van identiteitsfraude. Bescherming van persoonsgegevens gaat dus niet alleen om rechten, om waarden, om iets voor jezelf houden en om zelfontplooiing, maar ook echt om het tegengaan van hele duidelijke materiële schade. Iets apart, als u het goed vindt, nog even een afzonderlijk woord over politie en justitie. Want die hebben een hele bijzondere, want ze hebben wat dan heet zwaardmacht, kunnen geweld toepassen, hebben in ons rechtsstaat. En voor de politie is zelfs een aparte wet, de wet op de politiegegevens. En die wet op de politiegegevens geeft de handhaver van de openbare orde en veiligheid heel veel mogelijkheden en heel veel bevoegdheden om gegevens te verzamelen in het kader van zijn opsporingsbevoegdheid. Dat is buitengewoon terecht. En diezelfde wet, juist ook in diezelfde wet voor politie en justitie, staan daar heel veel spelregels en waarborgen tegenover. Hoe om te gaan met al die gegevens die de politie, wat mij betreft, buitengewoon terecht verzamelt. En misschien, en dat is eigenlijk de boodschap die ik nu even kwijt wil, leeft bij u wel het idee dat tegenover het bevorderen van de veiligheid door de politie en door de justitie, daar tegenover staat het beschermen van persoonsgegevens. Privacy zou ik maar even zeggen en veiligheid elkaar bijten. En wat mij betreft, en dat probeer ik ook uit te dragen in de richting van politie en justitie, en dus ook heel graag hier, is dat een schijntegenstelling. Uiteindelijk streven politie en justitie, en ook wij van CBP, hetzelfde doel naar, namelijk bevorderen van de rechtsstaat. Zoals ook de grootste schurk, zou je kunnen zeggen, recht heeft op een eerlijk proces, heeft ook iedereen recht op bescherming van zijn persoonsgegevens. Geen absoluut recht dus, hè, want er zijn inbreuken op mogelijk, maar er wel onder voorwaarden en juist politie en justitie moeten daar uiterst zorgvuldig mee omgaan en gaan, kan ik u zeggen, daardoor gaan ze ook buitengewoon zorgvuldig mee om. Nou, dan nog het CBP. We hebben een paar hoofdtaken, heel kort gezegd, ook niet meer dan dat, want is dat redelijk strikt in de wet geregeld. Wij zien toe, we handhaven en we geven wetgevingsadvies. Wat toezicht betreft hebben wij dus de bevoegdheid te onderzoeken hoe overheden en bedrijven omgaan met het verwerken van persoonsgegevens. En dan gaan wij dus kijken naar vermoedelijke overtredingen. En dat doen we selectief. We hebben geen oneindige mogelijkheden, maar goed ook. En we zijn dus vooral op zoek, op basis van signalen, eigen waarnemingen, naar ernstige, structurele, grootschalige overtredingen die veel mensen raken en waar wij met onze bevoegdheden verschil kunnen maken. Ik noem, om het wat inzichtelijk te maken, wat de afgelopen jaren in de krant heeft gestaan,
Google, Albert Heijn, TomTom, WhatsApp. De meest in het oog springende en bekende namen die het nieuws hebben gehaald. Maar bijvoorbeeld ook het elektronisch patiëntendossier zijn we heel erg mee bezig geweest. Of vorig jaar het gedoe met die camera's op de eerste hulp van het VU Medisch Centrum voor een televisieprogramma in Amsterdam. Dat is eigenlijk een veel kleiner item, maar toch. Ik noem die voorbeelden ook. Ik noemde Albert Heijn en Google. En omdat dat zijn ook bedrijven, kan ik u zeggen, die op het moment dat wij heel feitelijk soms opbelden of een briefje schreven, wat zij er eigenlijk aan doen, die redelijk snel op hun schreden keerden en min of meer in overleg met ons hun voornemen hebben aangepast. Zodat bijvoorbeeld bij Albert Heijn nu die bonuskaart redelijk conform de WBP, dat men daar redelijk conform de wetgeving mee omgaat. Als wij tot slot dan even in dit verband vaststellen dat men zich niet ogenblikkelijk wenst te schikken naar onze wensen, maar vooral onze wensen vanwege de WBP, dan hebben wij nu de mogelijkheid om een last onder dwangsom op te leggen. Dat wil dus zeggen dat je tegen een bedrijf zegt, u zult zus en zo herstellen, anders kan niet schelen. En als je het niet doet, ben je geld kwijt. Dat heeft het afgelopen jaar bij de Nederlandse Spoorwegen gespeeld. Staatssecretaris Steven gaat, hoop ik, over niet al te lange tijd realiseren dat wij een boetebevoegdheid krijgen, zodat we bij gevallen waarin het echt heel erg is misgegaan en wij denken, dat had je kunnen verkopen. Dit heb je, om wat voor waarschijnlijk commerciële reden ook, echt bijna met een soort kwaadaardig opzet gedaan, ook een directe rode kaart kunnen uitdelen door direct een boete op te leggen. En wij denken dat dat mede eraan bijdraagt dat op de tafel van de beslissingen worden gemaakt, beter over het onderwerp bescherming van persoonsgegevens, privacy, wordt nagedacht. En dan nog, heel in het kort, de wetgevingsadvisering. Nou, de wetgever legt aan ons voor, wetgeving naar de Tweede Kamer gaat, de Eerste Kamer vanzelfsprekend uiteindelijk, en die de bescherming van persoonsgegevens raakt aan ons voor, wil ons adviseren over de aspecten die gaan over de bescherming van die persoonsgegevens. Nou ja, dat is eigenlijk een onwaarschijnlijk palet van wetgeving. Camera's langs de snelweg, scheef wonen. Maar bijvoorbeeld ook het doorbreken van het medisch beroepsgeheim bij weigerachtige potentiële TBS'ers, moet dat naar de Eerste Kamer, daar hebben wij over geadviseerd. Ik ga afronden, dan krijgt meneer Veling weer het woord. Wat ik u heb willen zeggen is dat er ontzettend veel mogelijkheden zijn voor het verwerken van persoonsgegevens. En dat wij van de CWP en privacy geen showstopper is. Ik heb ook gezegd, het gaat erom dat overheden en bedrijven zorgvuldig omgaan met die persoonsgegevens, zich de risico's realiseren. En ik heb u uitgeprobeerd te leggen dat bescherming van persoonsgegevens een grondrecht is, maar geen absoluut recht. En dat er dus uiteindelijk altijd een belangenafweging moet plaatsvinden. En dat die belangenafweging zorgvuldig moet gebeuren en juist inderdaad wel nu in deze tijd. En als dat niet gebeurt, dan levert dat risico's op, materieel en immaterieel. En misschien wel erger als dat niet gebeurt. Dan gaat dat ten koste van vertrouwen van mensen, van burgers in overheden en in bedrijven. En juist dat vertrouwen, meneer Veling, denk ik, is een van de cruciale elementen in de rechtsstaat. Dank u wel. Dank u wel. Nou, ik weet niet hoe het u gaat, maar er wordt over nagedacht. En we hebben zeer verstandige mensen die wetten meehelpen voorbereiden en controleren. Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig waarom de mensen hier zijn gekomen. En die hebben vast vragen. Er was al iemand die op jou kon, wilde reageren. Ja, hier was er ook een meneer, die was al vanaf het begin af aan, zei hij. Okay. Wil graag. Dan dus, gaan we even wat verzamelen en dan ben ik benieuwd naar de reacties van achter de tafel. Even wie u bent. Ronald Spoor. In uw column beschrijft u dat u de platen, de boeken, de cd's, deur uitgedaan heeft, alles zweeft cloud. En vorige maand is mij een hardnekkige spyware aanval overkomen, waardoor ik 5 dagen niet in mijn computer kon. Het ding werd voortdurend gehaald. Dan kun je niet bankieren, je kunt je belastingbiljet niet invullen, je kunt niet bij de foto's, je kunt niet zien wat voor afspraken je krijgt bij je e-mail. Je kunt niet aan het boek werken waar je mee bezig bent. Ik heb mijn papieren boeken niet de deur uitgedaan. Dus ik had 5 dagen de tijd om eindelijk weer eens een dik boek te lezen. Kan ik iedereen aanbevelen. Dank u wel. Ik bedacht ook, je moet dat hier vooral in de bibliotheek hier vertellen. Hè? Ja, dat maar ze hier niet daar meer hoeven komen als ze boeken willen boeken gaan lezen. Maar goed, ik zag meneer Noordam hier, de directeur, al rondlopen. Ik moet hem straks uitleggen waarom we het zo hebben gepresenteerd.
Ludwig Lindeman, Eindhoven. Meneer de voorzitter, ik ben weer zeer onder de indruk van de uitstekende bijdrage van Roos. Wat mij echt opgevallen is, dat er zijn haar laatste drie regels. En dan vraag ik me af of ze daar niet eerst een diploma voor moeten halen. In principe, daar bek natuurlijk lekker zo'n zin. In principe ben ik met haar eens. Maar realiseert Roos zich dat er geen enkel raadslid is die een diploma heeft? Ik heb het in Eindhoven meegemaakt dat men in de kroeg zei van, wil je in de raad komen? Ja, dan zit je in de raad. Kunnen amper hun naam schrijven. Is Roos zich ervan bewust dat burgemeesters geen diploma hebben? Dat Tweede Kamerleden geen diploma hebben? Dat ministers geen diploma hebben? Vindt u dat zorgelijk? Nee, maar Roos vindt het zorgelijk als die mensen. Nou, laat ze straks uitleggen of ze het echt zo zorgelijk vindt. Dank. Zijn er meer mensen die... Roos, zeg eens even waarom... Of ik het zorgelijk vind? Ja. Ik denk dan op het moment dat een raadslid of een Tweede Kamerlid of een blundert... Of dingen niet helemaal eerlijk heeft aangepakt, dan wordt daarop ingegrepen. Op het moment, ik heb het idee dat er nog te weinig besef is, zeker als je kijkt naar zo'n rechtspraak.nl. Er zijn allerlei wet en regelgeving waar deze mensen zich aan konden houden, maar hebben dat niet al te serieus genomen, waardoor er gewoon kinderporno via rechtspraak.nl te downloaden viel. Of tenminste, via een klikje konden ze zo via Google erachter komen. En dan denk ik, op het moment dat mensen met zulke belangrijke gegevens omgaan, en niet genoeg daarvan weten. En verantwoordelijke taken hebben waarvan ik denk, ja, moeten we dat niet eerst eventjes bijbrengen? Moeten we ze niet een spoedcursus geven? Weet wel wat je op het internet plaatst. Want er zijn genoeg wet en regelgeving voor. En er, begrijp ik, komt ook nog wat meer waardoor het nog beter wordt. Maar zolang dat niet bekend is bij mensen en ze houden zich er niet aan... Ja, dan maak ik mij grote zorgen. Mag ik eens vragen, u hier, wilde u uw hand eens opsteken als u zich zorgen maakt? Is dat een van de redenen waarom u hier bent? Dat u denkt, ik wil wel eens antwoorden hebben op al die vragen waarmee ik toch rondloop? 3, 4, 5, 6, 7. Ja, oh, kijk. Was daar iemand die dat heel overtuigd meteen de hand opstak? Zou je die mevrouw willen vragen waarom? Dat was u, hè? Ja. Over het plaatsen van gegevens op internet. Ja, daar maak ik me heel erg zorgen om. Ten eerste de privacy die niet meer zeker is. Ten tweede, je krijgt toch een beetje het idee van een Big Brother. Van alles wordt gecontroleerd. Je hebt geen gevoel meer voor vrijheid. Wat je nu ziet bij de ING, wat er gebeurt. De DDoS-aanvallen. Wat er in vliegtuigen nu kan gebeuren. Want ik heb zo'n idee van, ik ga gewoon weer internet gebruiken alleen om spelletjes te doen. En voor het echte leven trek ik gewoon alles weer terug. Want ik maak me echt heel erg zorgen. En ten tweede ook om het verslavende effect van internet. Daar maak ik me ook heel erg zorgen om. Nou, dit, wie? Mag ik? Even als antwoord op alle drie de vragen, denk ik. Want er zit volgens mij een soort van rode draad in. En dat is dat er enorm gebrek is aan kennis, aan basiskennis, zowel in de politiek als gewoon onder zeg maar, normale mensen, normale burgers, over hoe het internet werkt en wat de consequenties zijn van ons gedrag op internet. U zegt van, moeten mensen eerst een diploma halen voor ze de politiek in mogen? Nou, zo extreem wil ik het niet stellen. Maar wij vinden wel bijvoorbeeld dat de Kamerleden veel meer kennis mogen hebben van hoe het internet in elkaar zit. Daarom hebben we ook een workshop georganiseerd voor Kamerleden om ze te onderwijzen in wat het internet is. En hetzelfde geldt volgens mij voor veiligheid. U zegt last van spyware. Op dit moment wordt er door minister Opstelten worden allerlei dingen voorgesteld om de veiligheid op internet te bevorderen. Maar dat zijn hele specifieke, specialistische maatregelen waarmee high-tech politieagenten aan de slag mogen. Maar wat hij volgens mij eerst moet doen, is zorgen dat gewoon iedereen, elke ambtenaar, elke burger weet hoe hij zijn computer moet beveiligen. Hoe hij zijn antivirus software moet updaten. Hoe hij al in het algemeen software moet updaten. Allemaal om te voorkomen dat mensen überhaupt worden gehackt, onderdeel worden van botnets, dat gegevens veilig zijn. Ik denk dat we daar moeten beginnen, dat de eerste slag is. Dus die deskundigheid, mensen zouden zelf zich meer bewust moeten zijn van wat ze doen. Hun eigen spullen goed voor elkaar hebben. Maar ook bij de politieke regelgeving, ook daar is onvoldoende kennis om dat goed te managen.
Ja, regelgeving en de controle bij de politiek. Het lijkt erop dat er helemaal niet wordt nagedacht over wat kunnen de gevolgen zijn van weer een nieuwe database die we erbij gaan komen. En de mensen die daar kritische vragen over zouden moeten stellen, die zijn er niet in de Kamer. Het enige wat er in de Kamer zit zijn hele grote fracties die eigenlijk van tevoren allemaal bepalen wat er gaat gebeuren. En als er geen kennis in zit over wat nu de risico's zijn van de databases die we aan het aanleggen zijn, dan denken wij dat je daar je maatschappij mee in gevaar brengt. Je zegt altijd, kennis is macht, informatie is macht. We hebben de laatste maanden gezien met het is echt al 7 maanden is er een continue DDoS-aanval op allerlei banksystemen. Bank in Amerika, bank in Europa. Hoe ontzettend veel geweld er tegen die databasebescherming ingezet kan worden. Met hoe ontzettend veel computers die systemen aangevallen kunnen worden. Als mensen beseffen welke krachten proberen om achter die informatie te komen die zij opslaan, misschien zouden ze dan wat voorzichtiger zijn voordat ze denken, ach, mijn gegevens in zo'n EPD, dat kan allemaal wel. Als je voorstelt dat de informatie, de aanval die nu is gepleegd op de banken, die ingesteld zijn op zulke soort aanvallen, als zo'n aanval op het EPD-systeem zou worden gericht, of op het systeem waar al onze vingerafdrukken in zijn opgeslagen, dan ben ik bang dat onze systemen het nog geen minuut uithouden. Mag ik even reageren? Joop. Ja, maar mevrouw Duttler eerst. Okay. Ja, dank u wel. Ik had inderdaad mijn vinger al opgestoken. Okay. En ik voelde mij aangesproken omdat het ging over natuurlijk de kennis en kunde van Kamerleden. Ik ben een van de 225, dus wat dat betreft kan ik alleen maar voor mijzelf spreken en misschien voor mijn eigen fractie. Ik ben het met u eens dat het altijd goed is dat Kamerleden, politici goed geïnformeerd worden over de mogelijkheden en onmogelijkheden van techniek en internet. U noemde het voorbeeld van het elektronisch patiëntendossier. Ik vond het een heel mooi voorbeeld, omdat dat nu net een voorbeeld was van een stukje techniek dat geïntroduceerd zou worden. En waarvan de hele Eerste Kamer, echt fractiebreed, unaniem, wij niet overtuigd werden van de beveiliging en privacybescherming die gerealiseerd zou worden. Unaniem heeft de Eerste Kamer gezegd, wij gaan niet akkoord met het elektronisch patiëntendossier, omdat wij niet overtuigd zijn door alle experts die wij hebben gehoord in verschillende hoorzittingen, dat het inderdaad goed geregeld is. Ja, die credits die hebt u. Maar daar was ik ook enorm blij mee met dat nieuws. En daarna was ik ook zo ontzettend teleurgesteld toen eind vorig jaar bleek dat eigenlijk daarmee de politiek alle macht over het EPD had weggegeven. En dat nu blijkbaar dat mogelijk is voor verzekeraars om artsen te dwingen om in dat EPD te komen. Dat wij eigenlijk met dat hele categorische nee, waar ik aan de ene kant heel blij mee was, blijkbaar nu ook de vrije hand hebben gegeven aan de markt om maar met die informatie aan de slag te gaan. Ja, het EPD zoals dat in de Kamer is behandeld en waar tegen unaniem nee is gezegd, dat het ging over een landelijk EPD, een landelijk schakelpunt. Wat nu gebeurd is dat de ziekenhuizen hun eigen EPD in allerlei vormen en maten en soorten hebben ontwikkeld of in gebruik hebben genomen. En wat daarvoor geldt is het algemene privacyrecht, zoals dat in de wet bescherming persoonsgegevens is vastgelegd, de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst. Maar waarvan wij moeten vermoeden dat ziekenhuizen zich daaraan gaan houden en waarvan wij weten dat ze dat niet lang niet altijd doen. In mijn eerste reactie op de column van Roos gaf ik al aan, er komt wetgeving aan vanuit Europa, een Europese privacyverordening, die de burger, de patiënt, de justitiabele, de lezer van boeken, meer instrumenten in handen moet geven om controle te krijgen over zijn eigen persoonsgegevens. Oké, dit onderwerp, daar zouden we nog meer over kunnen praten. Misschien komen we erop terug. Maar ik heb toch de neiging om even iets algemener te doen. Want is het inderdaad nu het antwoord op die zorg die hier en daar toch ligt? Nou, als we nou meer nadenken, we krijgen mensen in de fracties die verstand van zaken hebben. We hebben een college bescherming persoonsgegevens die goed oplet. We worden allemaal zelf nog een beetje zorgvuldiger met onze spullen. Is dat nou het antwoord op toch wel die
die geweldig tumultueuze ontwikkelingen die we meemaken, is dat het antwoord op een totale nieuwe wereld waarin we met elkaar zijn terechtgekomen en die nog maar net begonnen is. Ik ben er eigenlijk niet zo zeker van. Nou, je hebt ook moed nodig. Je hebt ook moed nodig van de politici. Moed nodig. Moed. Kijk, als ik even een paar honderd jaar terug ga naar Thorbecke die de Nederlandse grondwet aan het schrijven was. Voor Thorbecke persoonlijk was het idee dat de overheid niet achter je voordeur kan komen, dat was ontzettend belangrijk. Hij zei als liberaal, ik vind het goed dat de overheid criminaliteit kan bestrijden, maar achter de voordeur van de burger hebben ze niks te zoeken. Okay. En dat is voor hem ontzettend belangrijk geweest in het hele proces om dat in die grondwet te krijgen. Wat we nu zien is dat er een heel nieuwe scala aan mogelijkheden bijkomen. Maar op de ene of andere manier missen we de politici die de moed hebben om die rücksichtloze vertaling van vrijheid en liberalisme die Thorbecke maakte, om die nu weer te maken. En ja, het lijkt erop dat de meeste politici zoeken naar manieren om juist die controle te vergroten. Nee, die moed is weg. Maar goed, dat zou zo kunnen zijn. Maar het is niet alleen de overheid. Dat is wat Francesco van Jolen net terecht, denk ik, zei. Ik ben benieuwd wat hij nou vindt. Praten we over de goede dingen of vertel? Nou ja, er is geen voordeur, hè? En het is eigenlijk het probleem. De tijd dat er nog een voordeur was, die is voorbij. Dat is oud. Dat kon vroeger met het medisch. Eigenlijk een goed voorbeeld is, was het oude medisch dossier nou zo goed beveiligd? Helemaal niet. Ik heb in een ziekenhuis gewerkt. Ik moest die dingen opbergen. Daar kon je overal in kijken. Van iedereen, van buren, de hele mikmak. Kon zo lezen. Ja. En dan ging ik s'avonds naar huis en zei ik tegen mijn moeder, zei ze, ben je nog wat tegengekomen? Zei ik, nou, die mevrouw daar. En die mevrouw daar, dat vond ze dan interessant. Ja. Ik bedoel, dat was helemaal niet. Alleen, ik was de enige. De rode kaart van je buurman. Ik was de enige die daarbij kon. Hè? Ik bedoel, voor de rest was het fysiek onmogelijk om daar wat mee te doen. En vervolgens is dat digitaal geworden en is de hele wereld veranderd. Dat zie je eigenlijk ook. Ik vond het zo mooi. Eigenlijk Roos en Dirk. Dirk zegt, wij willen een transparante overheid. Dat vinden wij ook normaal. Je moet de overheid, als je bijvoorbeeld voor de rechter komt, de rechtspraak is openbaar. Je moet toch kunnen weten waarom dat iemand veroordeeld is. Wat noemt het voorbeeld van Roos? De rechter, de vonnissen staan online. Daarbij kan je controleren waarom iemand veroordeeld is. Nou, in het geval van kinderpornografen wordt daarbij genoemd, want die kinderporno staat helemaal niet bij de overheid. Het enige wat in het vonnis staat, is hoe het materiaal heet wat is aangetroffen bij die persoon die veroordeeld wordt. Vervolgens tik je die naam in van dat materiaal bij Google en komt natuurlijk die kinderporno ergens ver weg op een ander land of waar dan ook weer tevoorschijn. Want dat staat nog steeds op het internet. Nou kun je zeggen, oké, dan moeten we dat dus niet meer noemen. Dus daarmee ontneem je ook de mogelijkheid om te controleren of iemand terecht is veroordeeld, ja of nee. Dus doordat je iets transparant maakt, kun je daar vervolgens ook rare dingen mee doen. En het is maar heel moeilijk om daar regels voor te stellen. Want je kunt bijvoorbeeld een regel stellen voor een bedrijf of regels voor een overheid. Maar het mooie van internet is, en tegelijkertijd het lastige, is dat dat ook iets op zichzelf is. Als ik een heel praktisch voorbeeld mag nemen. Als ik een foto van u hier maak. Ik maak foto's over van deze zaal. Nou, dan zou dat 10 jaar geleden gewoon een leuk plaatje zijn. Komt in het fotoalbum klaar. Hè? Dat is dat. Als ik nu een foto maak, is het in principe mogelijk om van iedereen te weten wie die hier zit, wie dat zijn. We zijn inmiddels zo goed met gezichtsherkenning. Mijn eigen het fotoprogramma op mijn computer doet dat al. He, als ik een foto van iemand maak en ik zet hem in mijn computer, dan zegt hij, oh, dat is Pietje, die was vorig jaar op je feest. He, die heb je al eerder een foto van gemaakt. Ja. Bij internet doe je dat op grote schaal, kan je zeggen, dat mag niet. Maar daar is niet zoveel tegen te doen. Want als je naar Google gaat, daar kan je een foto uploaden. En die vergelijkt dat gewoon met andere foto's. Ja, het is een techniek die mogelijk wordt. Dus het is op. Je kan wel zeggen, dat gaan we verbieden. Dat gaat je niet redden. Dat gaat je niet lukken. Het gaat erom dat je te maken hebt met een hele andere manier van denken over wat jou is. En dat je je daar bewust van wordt. En dat je misschien moet proberen om daar controle over te krijgen. Wij denken bijvoorbeeld nog heel erg in overheid en bedrijven. De overheid is democratisch. Bedrijven zijn dat niet. Bedrijven weten meer van jou dan de overheid. Waarom moeten die bedrijven daar zich dan, die kunnen zich daar gemakkelijk mee aan onttrekken. Die hebben daar veel meer macht over dan de overheid. En die kunnen daarmee vooruit gaan. Ik vind dat raar. Ik vind op het moment dat je ziet dat bedrijven meer macht over jou krijgen dan de overheid. En dat gaat heel gemakkelijk. Hè. Allerlei dingen. Ik sport bijvoorbeeld bij een fitnessclub die van mijn verzekeringsmaatschappij is. Krijg ik korting. Leuk, hè? Dus die weten dan, als je dan sport, dan heb je op je smartphone heb je zo'n app.
Dan kan je bijhouden hoe je sport. En als je dat dus de goede app is, houdt die ook bij wat je eet. Hè? En als die nog beter is, houdt die ook bij wat je slaapt. Dus een redelijk goed beeld van waar je allemaal bent en of je genoeg beweegt, of je wel 10.000 stappen per dag zet, ja of nee. Dat wordt allemaal zo uitgeleverd. En ik vind dat prima, ik vind dat allemaal goed. Alleen over het bedrijf dat die gegevens verzamelt, heb ik geen enkele zeggenschap. En dat vind ik raar. Maar eigenlijk is het dan, wat mij betreft, lijkt mij de vraag, zijn we, als we dan praten over wetten en boetes, zijn we dan wel met de problemen van nu bezig? Zijn we dan niet aan problemen van vroeger aan het oplossen? Er is kort geleden door Beatrice de Graaf, een hoogleraar, terrorisme en veiligheid en ook historica, die heeft een verhaal gehouden over hoe in het verleden persoonsgegevens werden verzameld en met welk doel en hoe dat reactie opriep in de samenleving. Nou, dat is echt onthullend. Ik kan het verhaal hier niet vertellen. Maar een van de belangrijke dingen die zij opmerkt is dat in de eerste 10, 15 jaar na de Tweede Wereldoorlog was er Nederland niet te porren voor een volkstelling. Want men was als de dood, omdat als alles zou worden opgeslagen in gemeentehuizen, niet voor niks was er in de oorlog zoveel gedaan om te proberen om die bevolkingsregisters te vernietigen, om daarmee de veiligheid van mensen die daar als Jood geboekstaafd waren, om die te beschermen. Als we nou proberen om met moedige overheden of wat dan ook maar te proberen om dat allemaal in te perken, zijn we dan niet bezig om de vorige oorlog te vechten? Wat Francesco van Jolen zegt, het gaat daar niet meer over eigenlijk. Nou, als je niks van je geschiedenis leert, dan ben je natuurlijk gedwongen om het te herhalen. En je hebt helemaal gelijk, u heeft helemaal gelijk dat dat Nederland in de tijd de bezetter een ontzettende voorsprong heeft gegeven, omdat wij zo'n ontzettend goed systeem hadden. En ik denk dat we ons die vraag wat vaker mogen stellen zonder gelijk te zeggen, oh wacht even, dit is een Godwin, ik mag er geen vergelijkingen maken met de Tweede Wereldoorlog. Ik denk dat het heel goed is om je af en toe eens te realiseren, de systemen die wij nu bouwen, die vinden wij nu goed omdat er een democratische regering achter zit. Maar wat gebeurt nou als dezezelfde systemen in handen zouden vallen van een niet-democratische regering? Ja, maar dat ben ik helemaal. Dat is denk ik de discussie niet. De vraag is, en wat is dan het antwoord daarop? Kun je nu met regels en beperkende voorwaarden en met boetes bij overtreden, kun je die stortvloed keren? Is daarmee het antwoord gegeven op die ontwikkelingen die zich voordoen? Dat is eigenlijk de vraag. Zeker moet je leren van het verleden. Misschien juist om te zeggen van, nou, als we nu een antwoord willen vinden, dan moeten we niet de antwoorden uit de vorige kwesties naar voren brengen. Er is ook een tijd geweest dat er natuurlijk geen mogelijkheid was om een misdadiger op het internet te zetten, zodat hij elders herkend werd. Nou, daar was een andere oplossing voor. Dat was een brandmerk. Dan kreeg iemand een brandmerk en dan konden ze verderop zien, oh ja, dat is er een. Nou, dat is dus niet meer nu aan de orde. En eigenlijk mijn vraag opnieuw, is de tijd dat je ergens gegevens op zou moeten bergen en daar alleen maar goed naar moest kijken en bewaken, is dat het antwoord op wat nu gebeurt? Is dat voldoende? Nee. Ik kijk die kant op, ik dacht misschien dat daar het antwoord vandaan kwam. Luidspreker. Ja, nee, ik denk niet dat het voldoende is, maar ik denk wel dat je een heel eind kan komen. En ik denk ook dat het zeker, om een voorbeeld te geven, de privacy, de Europese privacyregels die mevrouw Duttler noemt, de huidige regels stammen uit 1995. Nou, Roos zei het al in de inleiding, 17 jaar geleden was nog het nieuws op het journaal dat het internet ging blijven. Dus je kan wel bedenken hoe achterhaald die regels zijn. We moeten in ieder geval nadenken over nieuwe regels die passen bij de tijd van nu. Gaan die alles helemaal oplossen? Nee, natuurlijk niet. En ik vind dat Francisco een heel terecht punt maakt. Je hebt helemaal geen register van de overheid meer nodig om te weten wat iemands geloof of etnische achtergrond is. Facebook weet het al lang van je. Sterker nog, Facebook kan ook met redelijke zekerheid uitrekenen of jij homoseksueel of heteroseksueel bent. En zo kan Facebook nog veel meer over jou uitrekenen. Ik denk dat het ook een valkuil is voor heel veel mensen intrappen. Zeggen van, nou, ik zet bijna niks op Facebook.
Maar met die paar gegevens die Facebook wel van je heeft, kunnen ze al zoveel afleiden op basis van verrijking, op basis van statistiek, op basis van websites die je bezoekt waarvan je niet weet dat ze worden geregistreerd. Dus ik denk dat we via de wet instrumenten moeten creëren die de gebruiker controle geeft over die gegevens, die de gebruiker transparantie biedt, dat je weet wat anderen van jou weten, dat je vervolgens keuzes kunt maken, wil ik dit? Of wil ik tegen Facebook zeggen, wist die gegevens maar van mij? Ik ben niet helemaal met Francisco eens dat er toch niks aan te doen is en dat we maar moeten accepteren dat ze het allemaal van ons weten. Ik denk dat we nog wel een paar stappen kunnen maken om dit te verbeteren. Er is iemand in de zaal, hè? Ja? Ja, dat is goed. René Mulman van Europa Decentraal. En ik onderzoek de voorgestelde privacyverordening die door de commissie is voorgesteld. En waarover gestemd zal worden. Dus die modernere regels die zitten er aan te komen. Daar heb ik dus ook meteen twee vragen over. De eerste die is gericht aan meneer Thomassen. En de tweede die is voor het hele panel wie erop wil. In de cloud, precies. De eerste vraag gaat over handhaving, want de voorgestelde verordening die is niet mis, betreft de sancties. Nou zijn er sancties, maar de vraag is eigenlijk of het CBP dat überhaupt wel aan kan en of daar de mankracht voor is en of de financiën er zijn. Want daar is namelijk in het werkveld enigszins twijfel over, waardoor dus ook vanuit overheden wordt gezegd van ja prima, die verordening, hè, voor mensen, dat is direct werkend. Dat betekent dat er geen nationale regelgeving overheen hoeft te komen. Deze regels komen uit Europa en daar moeten lidstaten aan voldoen. Maar er wordt gereageerd van oké, die regels zijn daar, prima, maar als het toch niet gehandhaafd kan worden, ja, toedeledoki, dan hou ik me er niet aan. Dus dat is mijn eerste vraag eigenlijk aan meneer Thomassen. Van, nou, heeft het CBP mankracht ervoor om dit te handhaven en de financiën? Het gaat om meer geld vragen hoor. Ongetwijfeld. Ja. Mag ik mijn tweede vraag al wel vast deponeren, zodat de rest daarover na kan denken? Ja, vooral. Er werd ook gezegd, er zijn heel veel regels nu die inderdaad komen. Maar zou het zomaar kunnen dat met te veel regels en te weinig mensen die geautoriseerd zijn om die gegevens te mogen zien, bestaat dan juist niet de laksheid waardoor gegevens misschien niet zo beveiligd zouden zijn wanneer ze toegankelijk zijn voor meer mensen en de beveiliging dus heel hoog moet zijn? Zeg dat nog eens, het is een beetje ingewikkeld. Nou, dat als je, je hebt de gegevens. Die worden door minder mensen mogen die bekeken worden. Dus door minder mensen die geautoriseerd zijn om die gegevens te mogen bekijken. Dat is de bedoeling van die regels? Precies, inderdaad. Ja. Dat het duidelijker is, scherper wie daarmee om mag gaan. Maar zou het zomaar kunnen zijn dat als het juist dat meer mensen die gegevens in mogen zien, dat dus de beveiligingsgraad hoger is dan wanneer minder mensen die gegevens in mogen zien? Dan denk je van, ach, het zijn toch de vertrouwde mensen die het zien, dat maakt precies, er niet zoveel uit. Precies, en dat dus een fout heel veel meer invloed kan hebben. Ja, oké. Nou, de bal ligt toch bij het CPB. Nou, over die tweede vraag ben ik nog aan het nadenken. Dat zullen we zo dadelijk nog over zeggen. Dat vind ik heel ingewikkeld. Maar probeer te reageren op iets breder dan alleen deze vraag. Ja, is er een antwoord vanuit een instelling als het CPB mogelijk op deze ontwikkelingen? Ja, om te beginnen. Ergens zijn twee dingen. En dat gaat ook even terug. Ik kom op uw vraag. Hè, naar waar we het eerder over hadden. Wat voor mij wel heel wezenlijk is. En dat probeer ik ook wel uit te stralen. Kijk, ik ben geen, dat zeg ik met alle respect voor mensen links naast mij. Dat meen ik oprecht. Ik ben geen actiegroep. Dus ik sta betrekkelijk neutraal tegenover technologische ontwikkelingen. Of tegenover voornemens van de overheid. Wat wij uiteindelijk doen, en dat is ook, als we daar buiten gaan, verspelen we ons recht van spreken, zal ik maar zeggen. Wat wij doen, is ons simpelweg de vraag stellen wat daar gebeurt. Is dat nu nog conform onze wet bescherming persoonsgegevens? Of het nou gaat om een actie van een groot bedrijf, of van een overheidsorgaan, of het gaat om wetgevingsadvisering. En dan zijn we soms wel heel erg uitgesproken, omdat we, als we echt soms vinden dat het heel erg fout is, dan zeggen we dat ook. Maar we proberen heel nadrukkelijk binnen dat kader te blijven. Dus ik vind het allemaal fantastisch wat er gebeurt. En ik vind het heel indrukwekkend. De vraag van ons is voortdurend, moet het zo? Doe je het transparant? Begrijpen de mensen wat je doet? Kunnen de mensen ook nog eens wijzigen wat je over ze hebt opgeslagen? En beveilig je die gegevens? Dat is zo simpel zit ik erin. En kan ik ook niet anders dan zo eenvoudiger inzitten.
Nu, dan de Europese verordening. Het gaat ook uit van die principes. Dit zijn gewoon de hoofdlijnen die in het Europees recht zijn verankerd. Kunnen wij het aan? Als het gaat over onze mankrachten, onze financiën. Nee, wij kunnen het nooit aan. Ja, we willen altijd meer geld. En dat geldt te meer als er ook maar één van de 225 Kamerleden in de buurt is. Dan komen wij geld tekort. Maar in alle oprechtheid, natuurlijk is dat zo. En komen er allerlei uitdagingen op ons af. Tegelijkertijd, ik vind, en dat valt een beetje buiten de scope, hè, ik vind het heel goed dat politie en justitie en zelfs een CBP niet oneindige mogelijkheden heeft. Moet je je voorstellen wanneer dat zo zou zijn. Dat is dus niet zo. Ik vind het ook heel goed dat wij ons beperken. Ook in onze onderzoeken echt zeggen, wat vinden we nu echt belangrijk? Waar gaat het echt om? Waar kunnen wij verschil maken? Dus dat is het eerste deel van het antwoord. Het tweede deel, die boetebevoegdheid, hè, van Nelly Kroes-achtige proporties, zoals wij het noemen. Hè, want het gaat ergens over 2% geloof ik van je wereldwijde omzet. Dat is wat ons ook, zo zien de Europese dataprotectieautoriteiten dat ook, moet vooral een trigger zijn. Een stimulans om op het niveau waar het ertoe doet, zeg maar op raden van bestuurniveau, om te denken aan privacy, om een assessment te maken van wat ik nu ga doen, wat zijn daar de consequenties van. Dus ja, natuurlijk gaat die verordening misschien wel meer werk meebrengen. Het moet allemaal worden geïmplementeerd. Je gaat veel nog internationale werken dan we nu al doen. Maar aan de andere kant, het is ook niet zo heel erg als we binnen strakke kaders gehouden worden. En misschien wel dat bedrijven en overheden door die verordening gestimuleerd ook uit zichzelf nog meer en zorgvuldiger met privacy rekening houden. Mag ik even snel aanvulling voordat we naar de tweede vraag gaan? Ik vind het heel erg interessant om concreet voorbeeld te noemen. Google heeft vorig jaar nieuwe privacyregels ingesteld. Daarvoor hebben ze flink op hun kop gehad van onder andere het CBP en alle andere Europese privacywaakhonden. Maar in feite berekent Google al van nou, we gaan dit doorvoeren en we krijgen waarschijnlijk een tik op de vingers en een boete van een paar duizend dollar. Dat nemen ze gewoon mee in hun begroting. Ik bedoel, Google die ligt dat worden wel heel andere bedragen, begrijp ik. Google ligt daar geen seconde wakker van. En in het nieuwe voorstel is het een percentage van de omzet. En dat is natuurlijk een veel grotere motivatie om je wel bijvoorbeeld aan de regels te houden. Nou moet ik zeggen, het was in de eerste versie 5%, het is nu 2%. Het is nog maar afwachten of het überhaupt overleeft. Want als het aan Google ligt, die hele verordening wordt aan alle kanten kapot gelobbyd. Maar dat is een heel, heel, heel ander verhaal. Wacht. Er komt een microfoon. Ja, nou ja, 2% boete is niet zo erg veel. En als je kijkt naar de boetes van de sociale dienst, als je niet houdt aan de regels, die lopen op tot 30%, 40% maanduitkering. Mag nog wat hoger, hè? Zo zouden ze het eigenlijk ook in Europa moeten doen. Als het 30% was en Google ging erover te schrijven, dan was het CBP heel rijk. Ja, wij mogen het geld niet zelf houden. Ja, als ze het zelf mogen willen houden. Het geld niet eens zelf houden. Als je het afmaakt op 10% dan. Maar iets over die hoogtekort van die boetes. Die 2% maakt wel dat het onderwerp nu op de bestuurstafel van de raden van bestuur en raden van toezicht komt. Want 2% van je omzet betekent dat de accountant in zijn jaarverslag een opmerking moet gaan maken. En dat zal die zeker niet nalaten. Dus daarmee is het geen onderwerp meer laag ergens in een organisatie in een keldertje bij wijze van spreken, maar echt op het hoogste niveau. En dat vind ik een enorme winst. Kijk, de Googles en de Facebooks van deze wereld hebben geen seconde wakker gelegen van de privacy van hun gebruikers tot nu toe. Want ze konden gewoon alles doen wat ze wilden. En wat dat betreft lopen we enorm achter de feiten aan en zijn we een klein beetje bezig met dat inhalen. Want tot nu toe was er geen enkele reden waarom Google zou zeggen van ze zeggen wat ze privacy heel belangrijk vinden. En ze hebben geweldige privacyvoorwaarden. Maar in de praktijk houden ze zich natuurlijk totaal niet aan en doen ze gewoon waar ze zin in hebben. Oké, de vraag toch even weer iets algemener. Je kunt, als je een probleem ziet in organisaties die data verzamelen en daar niet goed mee omgaan, dan kun je pogen om dat te keren, om dat te reglementeren en te gaan bestrijden en te controleren en hoge boetes uitdelen. Dat is één kant van een mogelijkheid, waar ik net ook eigenlijk al op doelde. En zou je niet ook nog meer kunnen inzetten op het sterker maken van ons allemaal, om te zorgen dat we niet afhankelijk zijn van de controle van een instantie naar Google of andere grote organisaties.
Dat bedoelde ik eigenlijk net met van, omdat het allemaal zo geïndividualiseerd is en het zo ongrijpbaar is en het nergens op een bepaalde plek is te pakken, hè, die problemen, zou je niet mogelijkheden moeten zoeken om dat dichter bij ons allemaal, zodat wij allemaal machtiger worden op een of andere manier. Een soort internetconsumentenbond. Nou, ik weet niet hoe. Maar dat is eigenlijk een beetje ook de reactie die ik op dat verhaal van Francisco Viola net, dat kwam in me op. Als het echt zo wordt, ja, dan kun je wel overal die kwaaie boosdoeners ver weg, want waar zitten ze? Dat is natuurlijk ook helemaal niet na te gaan. Kun je wel proberen te pakken. Maar is dat dan niet dweilen met de kraan open? Nou, kijk, het is een beetje lastig. Je kan wel dingen bedenken. Hè, wat om in uw lijn te blijven, je zou kunnen zeggen van, je kan als burger kiezen voor een aantal niveaus van je privacy. He, dus ik kan zeggen, van mij mogen ze alles weten. Nee, ik blijf liever zoveel mogelijk, hou zoveel mogelijk ruim. En nog twee opties of zo. En dat je daar dan eens een keer voor kiest. En dat dan bedrijven dat na moeten volgen, daarin moeten respecteren. Dat zou je kunnen doen. Maar je komt al snel in dingen als de, wat we hebben gezien met de cookie-wetgeving. He, er is geprobeerd om mensen bewust te maken van cookies. Nou, het enige resultaat daarvan, he, iedereen heeft daarmee te maken gehad. We zijn heel erg bewust van cookies geworden. Iedereen weet nu al wat dat er cookies zijn. En niemand wil er ooit nog van zijn leven wat over horen. He, dus, en niet meer iets mee te maken willen hebben en helemaal geen oké-knop nog zien. Of weg. Dus het is heel erg lastig als je op oude niveaus blijft denken over wat privacy is en hoe je dat moet beschermen en zo. Over welke kant je dan uit moet gaan. Dat is bijna net zo lastig als, om maar misschien het makkelijker te maken, wij zijn gewend dat dit is een origineel. En als ik hem op de kopieerapparaat neerleg, dan heb ik een kopie. En we weten ook allemaal dat dat op internet niet bestaat. Nou, misschien moeten we ons bewust worden van het feit dat we hier in deze wereld hebben wij privacy, denken we althans nog, of zo. Maar dat dat op internet iets totaal anders is. En zo gauw je de gebruiker daar iets mee wil laten doen, dan krijg je het probleem wat Facebook doet. Hè, want Facebook heeft wat minder last van dan Google. Want bij Facebook ga je zelf overal mee akkoord. Je doet het zelf. Hè, je doet het zelf. Dat is het mooie. Zonder dat je het doorhebt. Dus je kan de burger. Dat is nou net het punt. Je doet het zelf. Je kan de burger want wel. Want ik weet nog dat Google op een gegeven moment een nieuw privacyreglement had. Hè? Nou, ik wilde even iets googelen. En dan krijg je ineens voor je neus van, wil u die regelingen even akkoord verklaren? Denk je dat dan een mens dat gaat zitten lezen? Nee, ik wil even iets opzoeken. Dus dan klik je al gauw akkoord en dan ben je natuurlijk nergens meer als je ooit nog eens bezwaar maakt. Ik heb het gelezen en ik ga akkoord, is de meest gebruikte leugen op aarde. Ik heb hier iemand die... Ja. Geef hem niet uit handen, dat nee. Is ook de instructie. Okay. Daar word ik voor betaald. Oh, oké. Okay. Nou, dan houden we het zo. Mijn naam is Julie Houkes. Ik had het volgende. Ik ben met name meer bezorgd over criminele netwerken. Want we hebben het nu over eigenlijk alle brave jongens, maar niet heus. Maar over politiek en bedrijfsleven. Maar er zijn ook complete criminele netwerken die achter jouw betalingsgegevens aanzitten. Op elke site die enigszins commercieel denkt, krijg je nu, oh ja, online betalen en handig producten. Daar moet je ook gegevens voor invullen. En die worden nog slechter beveiligd. Zodat als je een keer naar Las Vegas bent geweest. En je hebt daar ooit. En dan ooit een keer in Amerika met je creditcard betaald. Op een veilige site. Dat ze daarna, 3 jaar later, iemand jouw geld zit te vergokken in Las Vegas. Met jouw betalingsgegevens en je persoonsgegevens. Bent u ervaringsdeskundig? Ja. Nee, is dat dus, echt dus zo? Is zoiets overkomen? Ja, het is geen sprookje. Het is, nee, dat het is echt overkomen. Ja. En nu is er natuurlijk Rabobank. Oh ja, we houden rekening met zoveel afschrijven. Hop, gaat weer een fictief virtueel bedrag afgeschreven worden. En mijn rekening wordt weer bijgevuld. En het lijkt allemaal onschuldig, maar stel dat dat grootschaliger wordt, en dat wordt het, dan kom je aan de grenzen van, ja, de houdbaarheid van het geldsysteem kunnen we ook een aparte discussie over voeren. Maar die wordt nog minder door dit criminele gedrag dat vrij grotesk en grootschalig wordt op een gegeven moment. Ja,
daar wilde ik graag... inderdaad tot nu toe nog niet over gehad. Over, Hebben jullie daar tegen dat antwoord? Want politiek kan je uitgeschakeld worden door wat je hebt gedaan. En die gegevens kunnen ze tegen je gebruiken. À la, in het bedrijfsleven kan je enigszins aan de hand houden... omdat ze binnen legale kaders willen gaan. Maar wat is er tegen de illegale activiteiten, de criminele activiteiten... Die tegen de burger en tegen de consument worden gevoerd. Wat kunnen we daar? Doen we nog weer aan een historische parallel denken. Er is een tijd geweest dat piraten de grote zee onveilig maakten. En het was onze Hugo de Groot die een rechtssysteem bedacht... waardoor dat toch niet helemaal meer het recht van de sterkste was. Ik heb wel eens gedacht, het internet is ook zo'n soort oceaan... waar piraten blijkbaar... Sorry voor de associatie met de Piratenpartij. Maar die kunnen hun gang daar maar gaan. Maar is daar antwoord op? Ik denk dat je het beschermen tegen criminelen... ik denk dat het belangrijkste antwoord daarop is gewoon educatie. Dat burgers en bedrijven uitgelegd wordt en continu uitgelegd wordt van hoe je je gegevens beveiligt, hoe je zorgt dat je een goede firewall hebt, hoe je zorgt dat je antivirus op orde blijft. Dus eigenlijk zeg maar je computer vergelijken met je huis en zorgen dat het hang- en sluitwerk altijd in orde is. En dat is waarschijnlijk het enige wat je kan doen tegen zulke soort grote organisaties. Nou ja, ik kan hier aan toevoegen. Er komt denk ik op niet al te lange termijn wetgeving die... bedrijven verplicht om, als er sprake is van een echt datalek, dus als gegevens van mensen, grote hoeveelheden gegevens, door een lek, het kan ook een kwaadaardig lek zijn, op straat komen te liggen om dat bij ons te melden. En wij controleren of ook de mensen op wie het gaat, tegen tijd zullen we dat doen, of die overgeïnformeerd zijn. Maar belangrijker is dat dat dus ook een stimulans moet zijn om die beveiliging, waarvan je kunt zeggen, daar begint en eindigt het fatsoenlijk omgaan met persoonsgegevens mee, om die beveiliging op orde te hebben. En een belangrijk deel van ons werk gaat ook over de vraag, niet alleen waarom verzamel je, maar hoe beveilig je nou datgene wat je onder je hebt? Het probleem is ook van grote bedrijven, waar we het over gehad hebben, en de overheid, die hebben megacomputers die dat geweld enigszins aankunnen. Ook niet ook niet lang, niet altijd, maar die hebben nog enigszins een verweer op een inbreuk. Maar er bestaan ook kleinere partijen en die hebben minder geld voor beveiliging, maar ook computerkracht om zo'n aanval af te weren. En die zijn eerder dupe van berovingen dan de grote partijen. Als ik mag zeggen, want ik vind het, er wordt gezegd van ja, je moet burgers bewust maken en die moeten dat zelf doen en zo. Dat klinkt heel redelijk, maar dat is eigenlijk toch een soort recht van de sterkste. Hier zitten allemaal mensen die zijn goed onderricht en die weten wel hoe dingen werken, dus die kunnen dat. Er zijn ook mensen die dat helemaal niet kunnen. Misschien is u wel eens opgevallen dat veel van die spam die u binnenkrijgt, dat is hele rare taal, dat zijn allemaal rare dingen in. Dan denk je van, daar trap ik niet in. Hoe kunnen ze zo dom zijn? Dat doen ze expres. De mensen die er wel intrappen, die kunnen ze veel makkelijker bedriegen. Dus het is ze doen het bewust. Ze maken dingen zo dat alleen domme mensen... Ja, dat is de hele truc. Want dat is slim. Daar ga je tijd in steken. Mensen die slim zijn, daar steekt het niet veel tijd in. Want die hebben dat op een gegeven moment toch wel door. Je kan je beter richten op de domme mensen. Nou, dan heb ik een hele praktische vraag aan de Piratenpartij. Als ik ben hier met de auto heen gekomen, dan rijd ik in de auto. Ik heb niet mijn remmen gecontroleerd voordat ik wegging. Ik heb niet mijn lichten, want ik ga ervan uit. Ik heb een auto, die is gekeurd. Dus daarmee ga ik de weg op. En dan is dat goed. Dat hoef ik dan niet helemaal mezelf. Wat zou je ervan vinden als je dat ook voor computers zou laten gelden? Als je bijvoorbeeld zou zeggen, nou, een computer die geïnfecteerd is, zodat hij een DOS-aanval kan uitvoeren, die wordt afgesloten. Want die vormt een bedreiging voor... Dat gebeurt al. Ja, maar dat gebeurt nu. De ene provider doet het wel. Ik heb XS4 aan de lijn gehad van, we denken dat jij een virus op je computer had, terwijl ik alleen maar een Tor-node op had staan. Ja, nee, maar goed, je kan dat ook gewoon zeggen. Dat zou, we maken internet veilig door dat de norm te stellen. Op het moment dat jouw computer besmet is, word je afgesloten. Je kan een computer in die zin, zeker als je er een miljoen bij elkaar zet, zou je een computer als een wapen kunnen klassificeren. En mensen die wapens onbeveiligd rond laten slingeren, ja, dat is niet goed. Die kunnen aangepakt worden. Dus ik kan me voorstellen dat mensen ook...
wat meer verantwoordelijkheid moeten nemen over wat er met hun computer gebeurt. Maar aan de andere kant, ja, heel veel computers worden door hele huishoudens gedeeld, door familieleden, studentenkamers. Dus dat is dan weer een hele lastige, om dat dan weer aan één persoon terug te rijden. Laten we dat punt nog even terugkomen. Er is iemand in de zaal die ook... Ja, ik blijf hem vasthouden. Ja. Volgens mij heeft die ook mee te maken dat je gedwongen wordt om computers te hebben. En is het bijvoorbeeld, kleine ondernemers moeten aangifte van belasting doen via de computer. Ik vind dat dat slecht is, want daarmee zadel je mensen op met kosten van beveiliging. En dan moet er weer iemand bij komen omdat hij het niet doet. En ik vind eigenlijk dat het recht op geen computers te gebruiken, dat dat veel meer aandacht moet krijgen. Nou, ja, er zijn meer mensen die dat vinden. Maar daarvan zei Francisco van Jolen, dat kun je nog een tijdje zeggen, maar je komt toch helemaal buiten de werkelijkheid te staan. Is dat echt een reële optie om blijvend te zeggen, ik wil geen gebruik maken van computers, internet? Maar je hebt ook het recht om geen auto te gebruiken. En vroeger had je ook het recht om geen telefoon te hebben. Wat vindt u ervan, panel? Ja, in je computer heb je ook een soort telefoon. Ja, maar dat is thuis eigenlijk heel simpel. Of u een auto wel of niet gebruikt, is helemaal aan uzelf. Daar heeft voor de rest niemand wat mee te maken. Maar op het moment dat u zegt, ik wil geen computer gebruiken, dwingt u bijvoorbeeld de overheid om allerlei systemen in stand te houden. Ja, die tamelijk archaïsch zijn. En ik vind het prima als u zegt, ik wil geen auto hebben. Ik zou het slecht vinden als u zegt, ik eis dat er paardenpaden overal worden aangelegd. He, want ik heb nog mijn paard en ik vind dat ik hier, als ik hier bij de bibliotheek kom, dat daar een ring moet hangen waar ik mijn paard kan vastzetten. En dat is een beetje wat u voorstelt. Ik eis dat er openbaar vervoer is voor mensen die geen auto gebruiken. Ja, dat is dus een andere oplossing. Maar de vergelijking gaat niet helemaal op, want hier hebben we te maken met persoonsgegevens die gewoon niet meer goed beveiligd kunnen worden. En aangezien de overheid niet in staat is om de beveiligingen goed op orde te krijgen, dat is gewoon een aantal keer al bewezen, kan de overheid niet zo lichtvaardig omspringen met de belangen van haar burgers. En zou dus in feite, en ik sluit dus aan bij de meneer achter me, mensen het recht moeten geven om inderdaad dingen op een nog oude manier te doen. In ieder geval zolang de overheid zijn zaken zelf niet op orde heeft. Ja, maar geldpinnen, er zijn natuurlijk hele concrete voorbeelden. Hè, dat er in een dorp was er geen mogelijkheid meer om geld te pinnen. Dat was zo'n voorbeeld. Ja, wacht. Het wordt mij veel te interactief, jongens. Ja, je verdient je geld niet zomaar. Hoor. Ja. Nou, ik wou zeggen dat het niet voor niks is dat het Nibud net geadviseerd heeft om altijd contant geld op zak te hebben. Omdat je die elektronische dingen niet kan vertrouwen. Ik heb daar ook iemand achter de paal die heel graag een tijdje aan het woord wil. Achter de paal? Ja, die was zo aan het zwaaien dat ik hem toch zag achter de paal. Juri Oudshoorn, het probleem zit hem niet zozeer in die archaïsche paden. Het probleem zit hem erin dat intrinsiek die computernetwerken niet altijd zullen werken. Het is heel makkelijk om met elektromagnetische bommen in een oorlog computernetwerken uit te strijden. Het is heel makkelijk om als onze codering die we overal voor gebruiken gekraakt wordt, moeten alle computers offline. Dat soort dingen die gaan niet morgen gebeuren, maar het gaat niet over een archaïsch netwerk. We houden de voetpaden wel en we zetten hier niet dat allerlei andere dingen niet mogen. Moeten we geen vangnet toch hebben? Dat we minder kwetsbaar zijn voor storingen in dat zo vitale internet. Ja, maar wat de meneer dan noemde inderdaad. Gewoon zorgen dat je cash geld bij je hebt voor het geval je een keertje niet kan pinnen. Dat is je eigen vang. Maar je kan niet als overheid je burgers tegen alle problemen beschermen wat dat betreft natuurlijk. Ik zit nog even te denken aan dat voorbeeld van die auto. Je gaat niet als je in je auto gaat zitten eerst allemaal je systemen controleren. Dat wordt gedaan en er is een APK-keuring ook die zorgt dat in orde blijft. Maar er is natuurlijk wel, je moet wel een verkeersexamen doen voordat je op de weg mag. Ik wil nou niet meteen bepleiten dat dat moet. Dankjewel, Francisco. Ja, toch? Nee, maar de parallel, daar bedoel ik eigenlijk mee, dat je...
Misschien zou je geen software meer mogen kopen of computers meer mogen kopen over een tijd als ze niet zo'n APK-keur hebben. Maar dat wordt wel heel erg betuttelend. Mag ik een paar opmerkingen maken? Allereerst vind ik... Geen goed idee, begrijp ik? Nou, ik vind vergelijking met auto's altijd heel erg vervelend en moeilijk, omdat ze heel snel mank gaan. Sowieso vind ik alle vergelijkingen tussen online en offline, die gaan al heel snel mank. Huizen die beveiligd moeten worden, paard en wagen, post. Ik ben het helemaal eens met wat Francisco zegt. Online is een hele andere wereld en daar moeten we op een hele andere manier mee om leren gaan. De hele boel maar afschaffen vind ik absoluut geen goede oplossing. En het recht om geen computer te gebruiken is voor mij net zoiets als het recht om geen post te gebruiken en te eisen dat alles mondeling aan de deur moet worden bezorgd bij je. En het argument dat daar wordt genoemd over elektromagnetische bommen en de hele infrastructuur kan heel makkelijk plat gegooid worden. Absoluut, ik denk dat we ook moeten beseffen met z'n allen dat alles is te kraken, alles is te hacken. Het internet is niet 100% veilig. Het is een illusie om te denken dat dingen online 100% veilig kunnen zijn. En daar moeten we met z'n allen mee om leren gaan. Offline, als je dat onderscheid al kunt maken, is ook niet alles 100% veilig. Maar om toch nog heel even... Oké, ik denk niet dat iemand hier bepleit dat we terug moeten, u ook niet, naar de paardentram en... Dat is denk ik niet waar het om gaat. Dat is ook niet de reden waarom ik dat voorbeeld noemde. Maar kijk, als je nou het probleem van gegevens verzamelen, daar misbruik van maken, inbreken enzovoort, dan kun je op twee manieren dat gaan proberen te keren. Je kunt zeggen, degene die dat mogelijk veroorzaken, die gaan we aan regels binden, we gaan controleren, we gaan ze beboeten als het fout gaat. Dat is die kant van het verhaal. Maar er is nog een andere kant, en dat misschien zijn wij het probleem wel, hè? Omdat wij niet zorgvuldig zijn. Dus ik zoek eigenlijk naar, is er niet iets te doen waardoor wij sterker worden? Gewoon doordat we meer slim worden daarop, dus in de educatieve sfeer. Maar misschien ook wel, zoals dat met de auto, dat was mijn punt van vergelijking, je geen dingen meer kunt kopen die voor jou schadelijk zijn. Meteen. Wie bepaalt dan wat voor jou schadelijk is? Nou, je hebt nu al af en toe dat Google tegen jou zegt van deze site waar je nu naartoe wil, daar kan je beter niet komen. Nee, maar in apparatuur of in software die je aanschaft of zo, is er niet, ik praat naar ik wijs ben, is er niet een mogelijkheid om wanneer ik op internet ben, dat ik net als ik mijn remsysteem niet hoef controleren als ik de auto stap, dat ik er toch een zeker vertrouwen in kan hebben dat... Nee, dat kan maar dan niet. Bouw je weer software onder software. Maar dat is nu ook al het geval. Ik bedoel, het hele internet hangt van vertrouwen aan elkaar. Op het moment dat jij online gaat en je verstuurt een pakketje, dan vertrouw je erop dat jij een browser gebruikt die dat pakketje netjes aflevert bij een server ergens. Dat die server niet, dat er niet iemand aan de knoppen zit die dat allemaal gaat zitten bekijken en lezen. Je vertrouwt erop dat je besturingssysteem dat je koopt. Ik bedoel, er zijn heel weinig mensen die een besturingssysteem van A tot Z uit gaan pluizen en de hele code gaan zitten analyseren. Bovendien kan dat vaak niet eens. Dus ik denk dat heel veel van deze dingen al aan de hand zijn. En al een APK-keuring voor een auto, je vertrouwt op degene die die auto keurt, weet wat hij doet. Je vertrouwt op degene die jouw browser heeft gebouwd, weet wat hij doet. Dus ik denk dat al in heel veel gevallen al geldt. Okay. Nou, er zijn meer mensen... Als ik wat mag zeggen, kijk, weet je wat een beetje het probleem is? Dat is, ik weet dat het gevaarlijk is om vergelijking te maken, maar we gaan het niet over auto's hebben, maar wel zo'n APK-keuring. Hè? Dat is een verplichting van de overheid. Die ziet er ook op toe dat dat goed uitgevoerd wordt. En in dat soort dingen, daar hebben wij ook een overheid voor. Vertrouwen eigenlijk, je moet er niet aan denken dat dat allemaal weg zou vallen. Hè? Dat er geen garantie meer is over de stroom die uit het stopcontact komt, hoeveel volt dat is of zo. Dat is allemaal goed geregeld. En het probleem is op het moment waar wij allemaal een beetje burn-out voor zijn, ik praat even ook voor de Piratenpartij en voor Bits of Freedom, denk ik, dat op zo gauw, omdat dat een beetje de natuur van internet is, zo gauw een overheid zich met internet gaat bemoeien, heb je een probleem. Want dan gaat, je zult bijvoorbeeld zeggen, software. Nou, het zou toch goed zijn als dat gecontroleerd wordt. Waarom moet je een auto wel een keurmerk hebben en software niet? Nou, omdat op het moment dat je dat met software gaat doen, zit je al snel nog steeds op WordPerfect te werken. Omdat ja, de overheid die werkt niet zo snel en dat gaat niet zo makkelijk. Maar je kunt je wel afvragen. Daar denk ik dat we veel meer naartoe moeten. Dit is een iPhone, dat kent u misschien wel. Daar zit een winkeltje in, daar kan ik software kopen. Apple controleert die software. En daardoor is het ook veilig om daar dingen te kopen, want die checken van, doet hij dit niet, doet hij dat niet, staan er niet blote meisjes op, want dat is heel slecht voor je gezondheid. Als dat allemaal voldoet, dan mag zo'n software verkocht worden. Je kunt je afvragen,
Oké, dat is heel goed van Apple dat ze dat doen. Maar zouden we niet wat meer zeggenschap moeten hebben over hoe Apple dat bepaalt? Moeten we niet kunnen zeggen van Apple, wij willen dat je dat en dat wel controleert en dat daar wat meer keuzevrijheid in geven? Of dat je daar wat meer... Ik wil niet aan de ene kant overgeleverd zijn aan de wilde spinnen waar ik het helemaal zelf moet uitzoeken en aan de andere kant een bedrijf waar ik helemaal niets over te zeggen heb. De zaal ontploft ongeveer, hoor. Nou. Ik krijg allemaal armen en mensen die... Ja. Oké. Okay. Anton Hakenmulder. Even over Niebuhr die aanraadt om cash in huis te hebben. Dat moet niet als een oproep tot bankrun gezien worden. Hè? Gewoon wat meer dan normaal. Tweede punt daarbij is dat die prachtige ING, die alleen maar zo wat plat ligt, zonder dat we precies weten waarom, in hun kantoren alleen maar een briefje heeft liggen. Vanaf 1 mei kun je niet meer contant storten op rekeningen van derden. Als een accept giro mis is gegaan of wat ook. Ze hebben allemaal van die mooie kantoren geopend. Dan kon je in ieder geval daar betalen. Met bewijs ervan. En dan moest je dat contant doen. Dat mag dus ook al niet meer straks. Alles wordt dus elektronisch. Dan de vergelijking met de auto. De auto is een individueel vervoermiddel. En als die niet veilig is, keuring, dan kan die allerlei mensen verwonden. En dat is een heel groot goed om dat te voorkomen. Maar als het op internet fout gaat, kun je schade lijden op allerlei manieren. Dat is ook heel vervelend. Maar doden en gewonden zie ik niet zo gauw. En ten derde, als oud computerman, begin gestaan van alle bankaire systemen en alles. Ik voorspel u dat dit nooit beter zal worden. Want we zitten nu in een tijd dat we ontzettend krap zitten allemaal. En om het echt heel erg goed te maken dat de meeste WizKids, die eigenlijk al lang verder zijn, dit niet kunnen kraken, is zoveel geld nodig en zoveel werk, zeker 5-6 jaar, vergeet het maar. Dus ik zou er politiek gezien toch voor zijn om parallele systemen, meer met de hand en een beetje terug ook weer naar papier, toch weer te gaan invoeren. Uiteindelijk bij de overheid terug. Er is nog iemand. Ja, ik ga eerst even naar de mensen die nog niet aan het woord zijn geweest. En dan kom ik weer bij jullie terug. Ja, dat wil ik ook horen. Wat betreft het auto-parallel, ik hoor dat heel erg vaak. En om heel eerlijk te zijn, ik ben het overigens Samir Aloui. Wat mensen zich moeten realiseren is dat er heel veel landen zijn waar mensen ook daadwerkelijk proberen dergelijke systemen te implementeren. En het is misschien heel erg zwak om dat te uiten, maar denk daarbij aan landen zoals China en Noord-Korea, want daar doet men precies wat u impliceert. En ik denk niet dat we in een democratische rechtsstaat daar naartoe moeten gaan. Nou, dat is een mooi bouwsteentje straks in de discussie over de rol van de overheid. Ja. Nou, ik denk dat was namelijk ook toen ik Francisco... Wacht even. Heel snel reactie erop. Dat was ook wat ik aan het bedenken was. Is van Francisco gaat daarmee de overheid wel heel erg veel controle geven over wat jij op jouw computer wel en niet kan installeren. En je hoort nu al teven af en toe een beetje brommen dat Tor, er is alleen maar voor kinderporno en terroristen. Dat moet ook maar gaan verbieden. Terwijl dat toch ook een manier is om heel veilig te kunnen communiceren met andere dingen. Het gaat mij erom dat je... Dat is eigenlijk de klassieke tegenstelling tussen overheid en burger. Die hebben ook dat Big Brother, is daar heel dominant in. Maar op een heleboel niveaus geldt dat misschien niet zo. Hè? Of zouden we moeten zorgen dat dat op een andere manier gaat gelden. We hebben met Teven te maken. Nou, dat is Mr. Repressie. Hè? Die zal alles verbieden waarvan hij denkt dat het mogelijk misdadig kan zijn, als het mij even kan. He, en anders maakt hij het wel misdadig. Maar je kan ook over het stopcontact zeggen we dat helemaal niet. He, over het elektriciteitsnet hebben we dat soort vrezen helemaal niet. Dus misschien moeten we een soort modus zien te vinden. En ik wil niet dat de overheid alles gaat beperken of zo. Maar wel de soort modus dat eigenlijk iedereen evenveel van dat internet kan gebruikmaken als de mensen die er veel van weten nu. Ja, dat is een heel nobel streven. Ik denk dat we de kwaliteitseisen gezamenlijk moeten vaststellen. In ieder geval door de burger moeten laten goedkeuren. En dat de overheid dan uiteindelijk kan zeggen, net als met auto's en met andere systemen die we ook veilig willen hebben, deze eisen gaan we verplicht naleven. Maar niet dat de overheid gaat bepalen welke eisen dat moeten zijn. Ik denk dat we niet moeten doen. Voordat mensen... Ja, ik had een vraagje aan meneer Francisco. Wat was er eigenlijk verkeerd aan de archaïsche systemen uit de eind jaren 60 en de jaren 70? Er waren meer mensen nodig voor het werk. Inderdaad meer papier, maar... Je kan teruggaan naar die tijd. Moet je ook accepteren dat je korter leeft.
Dat zijn systemen die langzamer werken, die minder efficiënt zijn, die minder goed zijn. En omdat wij nu systemen hebben die wel goed zijn en die sneller werken, wordt ons leven een heel stuk prettiger. Ik heb nu een veel prettiger leven dan dat ik dat 30 jaar geleden had. Ik heb veel meer vrijheid, ik heb veel meer keuzemogelijkheden, ik heb veel meer kennis tot mijn beschikking. Dus... Meneer, er zijn heel veel mensen in de zaal dus die nog mijn vrijheid is enorm toegenomen. En op het moment dat ik terug zou gaan, ja, niet van u, maar ik heb het anders, mag ik dan van mezelf spreken. Mijn vrijheid is enorm toegenomen en een heleboel mensen die ik ken ook. En op het moment dat ik terug ga naar dat oude systeem, dan ga ik ook terug naar een tijd waarin die vrijheid niet meer bestaat. En daar heb ik geen zin in. Ik denk dat het eigenlijk niet zo zinvol is om deze discussie te voeren. Ik begrijp uw gevoel, maar ik denk dat we het daar even mee moeten laten. Ja. En die controle, dat is een heel belangrijk punt dat mensen daar die controle over hebben. En het is een illusie dat iedereen die controle kan gaan uitvoeren. Maar er is een heel simpel concept dat al best wel wijdverbreid over het internet is. En dat is open source. Zorg ervoor, en dat kun je bij wet opleggen, dat alles wat je op het internet publiceert, aan programmatuur enzovoort, dat het open is. Dat mensen het kunnen controleren. Want dan ben ik niet meer afhankelijk van jouw appel om te zeggen van dit is het. Nou, precies. Maar dat is een revolutie om dat door te voeren. Maar dat zou nou een hele mooie wettelijke maatregel zijn, waarbij je in één keer heel veel vertrouwen met elkaar weer terug kan delen. Nou, er is heel veel voor te zeggen om in ieder geval de overheid over te laten stappen op open source. Wij adviseren sowieso zoveel mogelijk gebruik te maken van open source. Wat is dat? Sorry. Open source, heel kort. Alle software bestaat uit code. wordt geprogrammeerd in een bepaalde programmeertaal. Dat is dus gewoon keiharde code. Open source betekent dat die code openbaar wordt gemaakt. Apple zou nooit zijn code openbaar maken. Houdt het allemaal geheim. Microsoft, zeg maar de grote spelers. Maar er zijn heel veel programmeurs die het wel openbaar maken. Zeg maar, hier kun je van A tot Z vinden hoe mijn programma in elkaar zit. En het grote voordeel daaraan is dat andere programmeurs, mensen die er verstand van hebben, naar kunnen kijken. En kunnen zeggen, hier zit een lek in de beveiliging, dit heb je niet goed gedaan. En als het heel goed wordt uitgevoerd, kunnen anderen dat verbeteren en doorvoeren. En er zijn besturingssystemen, bijvoorbeeld Linux, die dus volledig open source zijn. En daardoor... waar is dit een antwoord op? Dat probleem dit is een antwoord op heel veel beveiligingsvraagstukken. Omdat gesloten software, kun je niet dan moet je maar vertrouwen dat degene die software heeft gebouwd, dat goed heeft gedaan. Als miljoenen en miljoenen mensen die software gebruiken en die software onderdeel wordt van een vitale infrastructuur, en er blijkt toch een foutje in te zitten. En dat gebeurt ontiegelijk vaak. Die fouten worden ontdekt door hackers. Die gaan dat niet aan de grote klok hangen. Want zo'n fout is ontiegelijk veel geld waard. Je kan je voorstellen dat als ik een beveiligingslek ontdek in een belangrijk systeem, dat er heel veel mensen interesse in hebben. Dus ik kan dat geld voor heel veel geld verkopen aan collega-hackers of aan mensen uit Iran die daar graag hun burgers mee willen bespieden. En dat vervalt als het allemaal... Op het moment dat het allemaal open ligt, dan is dat zo ontdekt. Dan kan iedereen er naar kijken, kan iedereen zeggen, hey mensen, hier zit een foutje, fix het. Oké, ik stel voor, de tijd gaat alweer heel snel, dat we nog de laatste fase van het gesprek eens even inzoomen op de vraag. Wat zou nou zinnige en onzinnige reacties zijn op toch wel risico's, problemen die zich voordoen? En welke rol zou de overheid daar mee kunnen spelen? Ik heb daarin kunnen spelen. Ik heb het idee dat daar toch verschillend wat over gedacht wordt. En dat is toch even, denk ik, voor ieder van hier achter de tafel wel een uitdaging om dat eens te formuleren. Maar er is nog iemand... Ja, er zijn hier twee mensen. Maar willen jullie nog? Of denk je dat het nu behandeld gaat worden? Nou, dit onderwerp denk ik niet, want ik weet niet of iedereen terug kan naar 2005. En dat was in Amerika had ANI, het elektronisch netwerk dat de Bush-campagne heel erg gefinancierd had, had het netwerk, het webnetwerk en het elektriciteitsnetwerk in Zuid-Amerika platgelegd. En alleen hun netwerk was nog toegankelijk, want, en dit is het mooiste van het verhaal, degene die... de opdracht had gekregen om het netwerk van landen te beveiligen, had per ongeluk het in een e-mail verstuurd naar zijn collega. Iemand die zo deskundig is over informatie, die doet dat niet, maar goed, dat terzijde. Maar toen is dus, heeft dus dat elektronica bedrijf enorm veel winst gemaakt van alle Zuid-Amerikanen.
die over zijn gestapt naar ENI, naar het Amerikaanse bedrijf. Dus je kunt het op allerlei manieren manipuleren. Dus om aan te geven over legale spelers en illegale spelers en wie dat dan zijn, dat is nogal... Okay. Maar we gaan nu even inventariseren. Wat zouden we nou kunnen doen? De mogelijke misbruikers proberen aan te pakken, criminaliteit bestrijden, dat vraagt opsporing. Mensen wijzer maken, misschien de apparatuur, de software die mensen gebruiken, betrouwbaarder maken, op welke manier dan ook maar. Bedrijven die iets produceren, binden aan normen, dat doe je uiteindelijk ook met milieuregels en met voedselveiligheid enzovoort. Ik val even van Jolen bij. Welke rol zou de overheid moeten spelen? Op al die niveaus is dat, jullie zijn daar erg beducht voor, want jullie denken dat die overheid nou juist zelf zo vaak de bedreiging vormt, hè? Ja. Van privacy en onveiligheid, toch? Ja, ja, dat, zet dat nog eens even scherp neer. Waarom moet dat dus niet? Wat is het risico als de overheid zich meer gaat bemoeien met die zaken? Je ziet dat de overheid, bij de overheid kijk ik nu dan een beetje voornamelijk naar justitie, dat daar al, en dat is nu een spoor van 10, 15 jaar terug, dat daar ontzettende focus ligt op het pakken van mensen en het veroordelen van mensen. Dat er heel veel justitiële dwalingen uiteindelijk aan het licht komen. En op het ogenblik verzamelt justitie meer en meer instrumenten waarbij eigenlijk zulke soort dwalingen alleen maar vaker en vaker voor kunnen gaan komen. Gaan burgers zich onveiliger voelen omdat ze weten dat ze continu bespied zijn, dat alles wat ze doen, zeggen waar ze komen, dat het ooit een keer tegen ze gebruikt kan worden. Waarbij eigenlijk een overheid die zegt, jongens, we zijn jullie veiliger aan het maken, de burgers eigenlijk steeds onveiliger maakt. Ja, maar dan je hebt toch een democratie, dan kun je toch de overheid erop aanspreken, eventueel maatregelen nemen. Je gaat als rechters dwalingen begaan, toch ook de rechterlijke macht niet afschaffen. Nee, maar je gaat er wel vanuit dat de wetten gemaakt worden en gecontroleerd worden door mensen die echt van de hoed en de rand weten. Nou, dan moet je dat gaan doen. Toch? Nou, dus dan zou je dus zeggen, meer kennis in de Tweede Kamer. Meer kennis sowieso in de samenleving. Jullie gaan weer meedoen de volgende verkiezingen? Uiteraard. We zijn van een derde naar een halve zetel gegaan. Dus de volgende keer, anderhalf. Lijstverbinding, restzetel erbij, dan zitten we op twee. Oké, Tim zit naast Dirk. Maar ik denk dat je nog even. Ik denk dat. Er werd een beetje snel overheen gestapt. Ik denk dat het idee van het open source, dat je dat niet moet onderschatten hoeveel potentiële kracht erin zit. Om nog even, want je zei van, ja, wat is daar dan het voordeel van? Kijk naar Microsoft, als er op de beveiligingsafdeling, als daar 30 man aan het werk zijn, getalenteerde mensen die Microsoft heeft kunnen vangen, dan zijn dat te veel. En er zijn over de hele wereld miljoenen hackers bezig om die beveiliging te omzeilen of te breken. Heb je dan liever dat er ergens 30 mensen van één clubje bezig zijn, of dat er over de hele wereld honderden experts naar die beveiliging zitten te kijken en die beveiliging aan het maken zijn? Maar hebben die makers geen geheimen nodig? Als je alles weet, kun je toch ook makkelijker hacken, zou ik denken, of niet? Nee, maar alles wat je dingen die je geheim houdt, dat is op het moment dat iets wat je verstopt, dat kan altijd gevonden worden. Dus je moet zorgen dat er geen geheimen nodig zijn, dat alles zo transparant is, dat het helemaal duidelijk is hoe het loopt en dat de geheimen waar je op zou moeten vertrouwen, dat je die niet nodig hebt. Dus jouw antwoord is, mensen denk beter na, deskundigheid bevorderen en dan transparantie, dan kom je in heel eind, hè? Ja. Dirk, ben je het ermee eens? Of Tim bedoel ik? Sorry. Ik ben daar grotendeels mee eens. Ik denk dat we het hebben over de overheid, de overheidsmaatregelen, wat de overheid kan doen. Waar Dirk in de politiek zelf zit, zit Bits of Freedom expres daar buiten. En wij kijken naar alle partijen en proberen zo onderbouwd mogelijk advies te geven over wat wel of geen goede wetgeving is. En een soort van rode draad daarin is denk ik dat er heel vaak mediumcentrisch wordt gedacht. Dus de technologie heeft het gedaan. De technologie. Technologie is fout. Het internet is fout. Dirk noemde Tor al even. Tor is een technologie die wordt gebruikt voor allerlei doeleinden. Maar op het moment dat pedofielen er gebruik van maken, wordt er gesproken over moeten we Tor niet verbieden. En ik denk dat beleidsmakers moeten leren om veel breder te kijken. Veel meer na moeten denken over hoe mensen technologie gebruiken. Wat zeggen mensen in Amerika over die wapens allemaal? Guns don't kill people. People do. Ja, maar dus moet je. Ja, nou, dat vind ik dat is een beetje advocaat van de duivel. Het is een ander argument. Toch ook iets moeten doen aan
het voorkomen van narigheid. Ook voor mensen die onverstandige dingen doen. Ja, maar ik vind dat er te snel wordt gegrepen naar het verbieden van dingen. Het aan banden leggen van dingen. En het feit dat iets wordt gebruikt om iets mee te doen, is niet de reden om, om de techniek zelf aan banden te leggen. Nou, een politica van de VVD is natuurlijk ook niet voor om de overheid als Big Brother overal te laten toezien. Maar daar zijn we niet klaar mee, denk ik. Ik wou net zeggen, als u het zo vraagt, dan kan ik niet anders zeggen dan nee, dat willen wij inderdaad niet. Maar ik denk dat je moet kijken naar de rol van de overheid. Spreek je de overheid aan op de rol als wetgever, de overheid als uitvoerder, overheid als controleur? Ik denk dat de overheid als wetgever... je moet natuurlijk in wetgeving de nodige instrumenten vastleggen, zodat naleving van instrumenten om burgers zelf de controle terug te geven over hun eigen persoonsgegevens, om dat te bevorderen. Maar tegelijkertijd moet je aanvullende maatregelen nemen. Dus aan de ene kant moet je het inderdaad zoeken in wetgeving, want het CBP moet de instrumenten in handen krijgen om die naleving te bevorderen. Aan de andere kant moeten het bedrijven en burgers ook zelf doen. En moet je als overheid die burgers en bedrijven ook stimuleren om daadwerkelijk die regie over hun eigen gegevens te nemen. En je moet bedrijven stimuleren om aan burgers die regie te geven. En die richtlijn in de maak, die gaat daarbij helpen? Dat vind ik wel. En daarnaast, wat ik heel mooi vind in die verordening, is dat de... privacy by design, het is privacy vastleggen in de technologie. Met technologie privacybescherming afdwingen, vind ik een van de goede maatregelen die in die verordening zit. En zo zitten er meer maatregelen in. Ik denk als die verordening er was geweest, en dan kom ik weer even terug bij het EPD van het begin. Als toen al de verplichting was om privacy by design toe te passen, dat we niet een EPD al hadden gebouwd wat we uiteindelijk hebben afgewezen. Dus je bent dan in een eerder stadium al in staat om kritisch te bekijken of je al op de goede weg bent. Hè? Ik wou meneer Thomassen vragen en dan straks, sorry dat ik even oversla. De reactie, heeft de overheid voldoende instrumenten? Zouden we dat moeten versterken? Zouden we dat mogelijk als een antwoord op die toch wel onzekere digitale wereld kunnen opvatten? Ja, het antwoord op wat kan de overheid doen? Ligt vanuit mijn positie ook nog over de hand. Dat gaat inderdaad terug naar de verordening. En dat is ook een wezenlijk kenmerk in de verordening zoals die nu in Europa in de maak is. En dat is zorgen voor een hele krachtige, sterke, onafhankelijke toezichthouder. Met dus inderdaad ook voldoende middelen. Niet oneindig, maar wel voldoende middelen. Ik breng één ander aspect in, als u het goed vindt. Dat is de positie van de overheid zelf. Er is de Europese verordening, dat is rechtstreeks werkende regelgeving in de maak voor overheden en private partijen. Er is een richtlijn in de maak, die werkt niet rechtstreeks voor politie en justitie, zeg ik maar even heel kort door de bocht. En een hele wezenlijke discussie die nu binnen Europa gaande is, is binnen de verordening de positie van de overheid, waarbij je ziet dat vanuit, even heel kort door de bocht, regeringen wordt gezegd, het zal wel zo zijn, dat allerlei regels worden gemaakt die dwingend rechtstreeks aan ons worden opgelegd. Maar wij vinden als regering dat we toch wel wat meer ruimte moeten hebben, want we zijn immers bezig met een hele belangrijke publieke taak. Dat laatste is waar. Waar het bij mij een beetje wringt, dus even los van het feit dat er een hele krachtige, belangrijke toezichthouder nodig is, waar het een beetje wringt, is het grondrecht. En daar zijn we hier over bij elkaar. Uiteindelijk de verhouding aangaat tussen burger en overheid. Dus ik kan u zeggen waar de CBP's van Europa wel wat moeite mee op dit moment en zich ook wel tegen verzetten, is tegen het beeld dat die verordening aan de overheid as such, want niemand in Nederland verzamelt zoveel gegevens als onze overheid zelf, dat die overheid als zodanig naar buiten zou vallen. Als u werkte in het CBP in Noord-Korea, ik even dat punt nemen. Hè. Zou u dan, u zou een grote budget hebben, denk ik, maar ook andere bevoegdheden. Nee, probeer eens te schetsen, wat is het principiële verschil tussen de manier waarop wij met die zaken omgaan en een totalitair regime dat aanpakt. Een doodstraf. Absoluut, ja, misschien. En weet u, dit raakt mij van binnen, want wat ik het absolute kenmerk vind van waar wij het over hebben, bescherming van persoonsgegevens, dat je uiteindelijk als burger keuze hebt over hoe omgegaan wordt met jouw gegevens.
Jij hebt een zelfbeschikkingsrecht over jouw identiteit en wat ermee gebeurt. En natuurlijk zijn er allerlei mensen die de inbreuk opmaken, maar dan dien je dat te weten. En het grote verschil tussen ons en Noord-Korea is, ook op dit punt, dat in Noord-Korea die burger die vrijheid en dat recht om zelf over zijn eigen identiteit te beschikken niet heeft. De CPB staat aan de kant van de burger. Hè? Dat is het punt. Maar dan zeggen natuurlijk de critici, ja, kijk uit, want die overheid heeft ook een eigen belang. Voor je het weet gaat hij toch zich, nou ja, dan hebben we de discussie opnieuw. Toch? Nog één opmerking plaatsen over de Europese richtlijn. Want, het is goed dat er in Europa wordt nagedacht over privacy. Maar als je de richtlijn goed leest, zijn het ook een paar dingen waar je een beetje zorgen over moet maken. Tim zei het al, hij wordt bijna kapot gelobbyd. Maar er staat ook in, letterlijk, dat er een maximum privacy niveau is voor de Europese burgers. En dat landen, ook gedwongen kunnen worden om hun privacybescherming terug te brengen tot het Europese niveau. We kijken bijvoorbeeld naar IJsland. Die hebben een van de meest stringente en moderne manieren om privacy van burgers te beschermen op het internet. Het Iceland Modern Media Initiative. En dat wordt eigenlijk bedreigd door die Europese richtlijn die eraan zit te komen. Dus het is goed dat er Europa-wide over privacy wordt nagedacht. Maar laten we niet van tevoren denken van het is allemaal fantastisch wat er uit Europa komt. Want er zit een bovengrens aan de privacy die Europa biedt. En dat is niet de bovengrens die er technisch is. Oké, Francisco van Jolen. Dit klinkt alsof we moeten nog veel doen, maar we zijn op de goede weg en we... Is dat een reactie, als ik dat tenminste goed samenvat, die bevredigt? Nou, kijk, probeer eens in de toekomst te kijken. Wat gaan we meemaken? Nou, waar het mij een beetje om gaat, is dat we misschien op een andere manier over de overheid moeten gaan denken. Dat misschien, we zijn gewend dat een bankrekening is niet meer wat het 30 jaar geleden was. Dat is niet meer papiertjes, dat is iets anders geworden. Dat zijn we allemaal gaan doordrenken. En misschien wordt het tijd dat we ook over de overheid wat anders gaan nadenken. En ik vind het terecht, ik ben zeer sceptisch tegenover de macht van de staat altijd. Daar moet je voor oppassen. Maar de overheid is er ook om je vrijheid te beschermen. En ik vind, als je kijkt naar hoe de Nederlandse overheid de afgelopen jaren, er ligt heel erg de nadruk op veiligheid. Hè. Nou, veiligheid betekent al snel dat je je opsluit in je eigen huis en niet meer naar buiten gaat. Dat is lekker veilig. Maar dat je ook kan zeggen, nee, we moeten vrijheid beschermen. Hè. Dat is onze taak. In IJsland hebben ze dat bijvoorbeeld heel goed gedaan. We zeggen van, wat zijn wij? Wij zijn de overheid. Waar zijn wij voor? Wij zijn er om de vrijheid van onze burgers te beschermen. En dat gaan we zo goed mogelijk doen. En daar zou je veel meer... En dat vereist ook een andere benadering van de burger ten opzichte van de overheid. Vroeger kon dat niet, want ja, dan was er iets op afstand wat opereerde. Nu, dankzij internet, heb je daar meer mogelijkheden toe om daar dingen mee te doen. En ik denk dat je veel meer die kant uit moet zien. Want op het moment dat je de overheid alleen maar als Big Brother blijft zien, waar alle reden voor is hoor. Ik ben een grote fan van Bits of Freedom. Er is, maar dan beperk je jezelf ook. Hè. Het gaat er ook om, hoe kan ik nog meer vrijheid krijgen dan ik nu heb? En hoe kan, en dat is een interessante vraag die heel erg moeilijk is, die overheid mij daarbij helpen? Want wij hebben wel elke keer het voorbeeld van Noord-Korea als afschrikwekkend voorbeeld van hoe het niet moet. We zouden veel meer moeten kijken naar bijvoorbeeld IJsland, van hoe het wel moet. Ja, dat willen wij. Want het was wel opvallend dat die Europese regelgeving het zou kunnen veroorzaken dat een overheid minder mag gaan doen dan die nu doet. Ja. Dat klinkt uit de mond van iemand van de Piratenpartij een beetje tegenstrijdig. En misschien onderstreept dat wel wat Van Jolen zegt, dat je ook wat anders moet aankijken tegen de rol van de overheid. Dat niet de overheid als bedreiging is per se, nee, maar ook als een onmisbare bondgenoot in het beschermen van privacy. Dus dat kan minder eenduidig dan. De overheid is echt... Ik bedoel, wij zijn niet tegen de overheid. Oh nee. We vinden alleen dat de overheid goed gecontroleerd moet worden. Dat de overheid zich goed moet laten controleren. En op het moment dat je nu merkt... daar lopen jullie ook wekelijks tegenaan. Als je aan de overheid vraagt van... hoe vaak vragen jullie Twitter-gegevens op? Hoe vaak vragen jullie Facebook-gegevens op? Dan beroept de overheid zich op privacy. En zegt, ja, daar heb je niks mee te maken. Het lijkt erop dat in Nederland alleen de overheid nog privacy heeft. En dat zeggen wij van, als we dat weer terug kunnen brengen, dan zijn we helemaal blij met de overheid. Om daar even op in te haken als mag, ik weet hoeveel tijd we nog hebben. Want Francisco zegt, overigens over IJsland, even heel snel een opmerking. Dat klinkt alsof het echt een soort van hemel op aarde is, maar die hebben net een voorstel gedaan om een algeheel pornoverbod in te voeren. Als we het hebben over vrijheid van meningsuiting.
Maar goed, over de overheid als Big Brother. Ik denk dat dat een achterhaald beeld is. En we reiken nog jaarlijks de Big Brother Awards uit. En die heten nou eenmaal zo. Dus we houden die term nog een beetje in stand. Maar het idee van een soort van gecentraliseerde macht, Big Brother, die ons allemaal begluurt. Ik denk dat dat een fout beeld schept. De bedrijven werden al een paar keer genoemd. En Dirk zei het al, wij willen weten hoe vaak overheid informatie opvraagt bij bedrijven. Want je ziet dat steeds meer een samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven aan het ontstaan is. Ook op het gebied van opsporing, veiligheid. Er wordt heel veel kennis ingekocht bij IT-bedrijven. Maar voor Twitter, Facebook, we hebben zoveel informatie van jou. De overheid gaat niet meer zelf die informatie bij jou bespieden of ophalen. Die haalt ze gewoon bij Twitter. En inderdaad, dan is transparantie heel erg belangrijk. En Twitter is dan toevallig een van de bedrijven die daar enigszins openheid over geeft. Maar eigenlijk zou elk bedrijf dat moeten doen. Elk bedrijf zou moeten zeggen tegen zijn klanten. Hoor eens, zo vaak klopt de overheid bij ons aan om jouw gegevens. En ik denk dat die transparantie ontiegelijk belangrijk is. In het jaarverslag. Ja. Hier nog? Ja, ik kan ook nog wel wat suggesties doen wat een overheid zeg maar positief daaraan bij kan dragen. Want er is natuurlijk een enorme commerciële kracht om bepaalde gegevens te verzamelen. Daarmee kun je heel veel inkomsten halen. Maar er zijn ook andere technologische modellen. Je zou federated structuren op kunnen zetten waarbij je dus niet in één centrale plek alle informatie neerzet. Maar dat mensen zelf bepalen waar hun eigen Facebook-informatie staat bijvoorbeeld. Dan kun je dus op dat moment zeggen, ja, nu wil ik dat niet meer en dan haal je het weg. Maar dat zijn dingen die gewoon commercieel nu veel minder kracht hebben. En als een overheid zegt van wij geven om die privacy, dan zou die overheid ook kunnen zeggen, nou, wij gaan ervoor zorgen dat die structuur aanwezig is, zodat dus dat marktmechanisme, wat nu alleen maar uit advertenties en juist zeg maar een gebrek aan privacy opgebouwd is, een tegenwicht krijgt. Helder. We moeten een beetje naar een afronding. Ik wil nog wel straks een reactie op een laatste vraag van mijn kant. Als ik even het overzie, dan is er natuurlijk gepraat over de vraag of we niet te snel in al die nieuwe ontwikkelingen ons begeven. Hè, zodat we zelf mee veroorzaken dat het internet ons beheerst, zal ik maar zeggen. Nou, die discussie, misschien is het zinvol, maar het lijkt ook een discussie die al gauw aan zijn eind is, want ja, kun je je onttrekken aan ontwikkelingen die nou helemaal toch veel gemak en gebruikersvriendelijkheid teweeg brengen? Die discussie die kun je voeren. Dan is verder de vraag, waar zitten de problemen en hoe kunnen we ze oplossen? Die zitten in bij instellingen die er belang bij hebben, commercieel belang vaak bij hebben om gegevens te verzamelen en daar iets mee te doen. Nou, daar kun je de burger tegen beschermen mogelijk. Daar heb je wetten voor nodig en mogelijkheden om ook de vervolging over te gaan. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor criminaliteit. Hoewel dat natuurlijk nog lastiger is, om minder toegankelijk. Waar ik nog even naar terug wilde, dat is niet de taak van de overheid nu direct, maar nog even naar onszelf. Ik zei net, zullen we niet in een wereld die zo veel mogelijk maakt, toch niet heel veel zelf moeten regelen? Hè? Verstandige dingen doen. En daar kun je ook nog van zeggen, omdat we in een democratie leven, zijn we met elkaar, als we heel bang zijn voor iets, of dan gaan we ook in deze overheid heel veel mogelijk maken. Bijvoorbeeld als we heel bang zijn voor aanvallen, dan zeggen we, ik heb niks te verbergen, dus verzamel het maar en maakt mij niks uit. Dat is natuurlijk ook een kant van ons burgers, die ook een overheid in tadel helpt, hè, zoals wij die op dat moment althans het liefst willen. Mijn vraag zou eigenlijk heel algemeen zijn, en daar kan ieder zijn eigen kant wel mee opgaan. Wat zijn nou voor de komende periode, even in uw persoonlijke werk, de items waar je mee bezig bent? Wat, noem er eens één. Wat zijn de grote uitdagingen waar u, zoals u hier zit, in uw eigen werk, op dit terrein, de hoogste prioriteit aan zou willen geven? Ik kijk even wie wel als eerste. Ja, ik zie een hele berg voor me, dus dan moet ik even doorheen filteren. Kies. Zal ik beginnen dan? Ja. Ik even kan nadenken. Ik kan ook kiezen. Er zijn twee dingen die voor ons komende jaar belangrijk zijn. Eerst is al heel vaak genoemd de privacyverordening. Dat worden ontiegelijk belangrijke regels. Die gaan de wet bescherming persoonsgegevens in Nederland vervangen. Dus die gaan gewoon de toon zetten voor de komende 10 jaar over hoe onze privacy beschermd is. En zoals gezegd, die worden dit moment helemaal kapot gelobbyd. En
U bent er iets positiever over dan ik. Ik moet nog maar zien wat er uiteindelijk uitkomt. Nu wordt er geprobeerd om alle suggesties van de lobby mee te nemen. En, dus we gaan heel erg ons best doen om die regels zo goed mogelijk te krijgen. Het tweede is, en dat is een heel terecht punt. Op dit moment wordt het nieuws beheerst door banken die worden aangevallen, DDoS aanvallen, cybercriminaliteit. En we moeten er met z'n allen voor oppassen dat we niet enorm bang worden gemaakt. Want inderdaad, er komen nu wetsvoorstellen aan, van meneer Opstelt onder andere, om de bevoegdheid voor politie enorm uit te breiden. En ik vind dat we daar heel erg mee moeten oppassen. En daar gaan we ons heel erg tegen verzetten de komende tijd. Oké. Inmiddels gekozen? ik denk wat inderdaad de verandering op het gebied van privacy is iets waar de Piratenpartij heel erg mee bezig is. En waar ik zelf de komende tijd erg mee bezig ga is mensen vooral op scholen voorlichten over zowel privacy als over auteursrechten en hoe die met elkaar samenhangen. Oké. Zorgen dat burgers inderdaad de regie weer krijgen over hun eigen persoonsgegevens, over hun eigen persoonlijke levenssfeer en hen daarin zoveel mogelijk empoweren. Ja, ik ben journalist, dus ja. Ik schrijf gewoon over wat er gebeurt en probeer mensen daar zo goed mogelijk over voor te lichten, dat ze enig idee hebben waar ze... Maar even serieus, het is toch... Ik ben ervan overtuigd dat journalisten als u een veel grotere invloed hebben dan misschien wel alle anderen hier aan tafel. Ja, je kunt wel zeggen, ik schrijf alleen maar op wat er gebeurt. Nee, ik kijk... Je kunt de toon zetten. Je kunt toch... Nou, dus dat is eigenlijk wat ik hier, daarom ben ik ook hier, want voor de rest valt hier niet zoveel nieuws te halen natuurlijk. Dus er is een... om mensen bewust te maken van het feit dat er dingen wat anders gebeuren. Ik zet regelmatig tegenover Big Brother, is het boek... We zitten hier in de bibliotheek. Misschien hebben mensen wel gelezen het boek van George Orwell. Dat heeft een bepaald beeld over privacy. Een veel, vind ik, realistischer boek over deze kwestie en deze wereld is Brave New World van Alexander Huxley. Waar iedereen heel gelukkig is en eigenlijk niemand weet wat gelukkig zijn is. Hè? Ze denken allemaal dat ze gelukkig zijn en ze denken allemaal dat ze een eigen leven leiden. En dat doen ze helemaal niet. Want ze worden heel erg gestuurd. En dat lijkt veel meer op de kant die internet uitgaat. Waarbij je eigenlijk voortdurend allemaal dingen toegepast. Je keuzes beïnvloed worden zonder dat je dat in de gaten hebt, lijkt daar veel meer op. En dat denk ik. Ik denk wel eens dat het grote gevaar van Big Brother wel eens kan zijn dat het een hele vriendelijke man lijkt te zijn. Nou, dat is een mooie oproep in de bibliotheek, hè? Huxley lezen. Dat is echt fantastisch. Zakelijk geldt voor ons, wat al werd gezegd, de nieuwe wetgeving die komt. Maar daar is genoeg over gezegd. Dichterbij, waar ik hoop dat wij het CPP aan kunnen bijdragen, is inderdaad bewustwording. Het sterker maken van mensen. Niet vanwege de mensen zelf, maar vanwege het feit dat overheden en bedrijven zich permanent bewust zijn van de risico's van de verzamelingen van gegevens waar ze mee werken. Dus heel kort gezegd, op het moment dat je iets doet, hoe verstandig en hoe goed bedoeld of hoe commercieel ook, daar heb ik geen opvatting over, maar bedenk dan wat de risico's zijn en hoe je daarmee om moet gaan en licht de mensen daarover voor. En wat er niet goed gebeurt, komen wij wel om te zeggen, dat moet je beter doen. Oké. Okay. Nou ga ik u nog even vragen. In het begin zei ik van, bent u hier gekomen, maakt u zich wel eens zorgen? Hè? En dat hebt u natuurlijk nog, denk ik. Maar zou ik willen vragen, zijn er mensen die denken van, nou, ik heb nu toch dingen gehoord en het hoeft toch niet allemaal zo rampzalig af te lopen? Zijn mensen wat positief gestemd door de behandeling van de kwesties? En wie is nou echt nu pas echt ongerust geworden door al die verhalen? Nee, u wist het allemaal al. Wil iemand van u nog een slotwoord spreken? Dan stoppen we ermee. Het is een mooi debat geweest. Ik denk toch dat het, ondanks de ingewikkelde kwesties... Ja, toch. Ja, mag ik nog heel even twee afsluitende opmerkingen maken? Want er waren heel veel mensen, merkte ik, die heel erg bang waren. Bang is misschien het goede woord, maar een soort van afkeer hadden van het internet en er helemaal mee wilden stoppen. En als ik dat hoorde, denk ik, dat is echt eeuwig zonde. En ik hoop heel erg dat niet heel veel mensen ondertussen dat beeld krijgen.
Want het internet biedt ontiegelijk veel. En het werd al een beetje genoemd, maar het internet heeft zoveel gedaan voor onze vrijheid van meningsuiting, voor de, jezelf kunnen ontplooien, informatie kunnen vinden. Dus ik denk dat ik zou iedereen willen aanraden om internet nog een tweede kans te geven als je er helemaal klaar mee bent. En tweede ding, even schaamteloze zelfpromotie. Als we het hebben over jezelf beveiligen, over je eigen privacy beschermen, er zijn ontiegelijk veel toffe tools voor. We hebben net toevallig afgelopen woensdag een toolbox gelanceerd. Het staat op toolbox.bof.nl. En daar proberen we ze heel helder uit te leggen wat je allemaal kunt doen om je eigen privacy en veiligheid online te beschermen. Dat kan ik iedereen aanraden. Oké. Nou, mooi. Een paar eeuwen geleden zouden we misschien een forum hebben gehad hier over de boekdrukkunst en wat die niet allemaal teweeg zou kunnen brengen. Om maar eens nog eens een parallel te noemen. Daar waren ook natuurlijk heel veel bedreigingen. En er is ook een geweldige opnarigheid veroorzaakt door die boekdrukkunst. Nou, maar ook een hoop mooie dingen. Nou, dat bedoel ik. Nee, maar ik wil even aansluiten bij die bemoedigende woorden van Tim. Grappig als je de rol van Nederland in die tijd vergelijkt met de rol van Nederland nu. In die tijd was Nederland degene die de boekdrukkunst en de vrijheid van informatie aangreep om zoveel mogelijk informatie te gaan verspreiden. Ja. Er is een aardig grapje van Fokke en Sukke die als monniken aan het schrijven zijn, ergens in een scriptorium, en die zeggen, ach, die hype gaat wel weer over. En dan hebben ze het dus over de boekdrukkunst. Nou, misschien is dat een relativerende slotopmerking die passelijk is. Ik ga straks de mensen iets geven, daar hoeft u niet allemaal bij blijven. Maar we hebben een traditioneel cadeautje voor de mensen die ons te gast zijn. Dat is een ganzenbordspel. Een politiek ganzenbordspel. Daar moet je 76 zetels in de Tweede Kamer zien te halen. En allerlei obstakels maak je mee. Nou, misschien, het is niet digitaal. Misschien moet er nog eens een app van komen. Dat is vast ook mogelijk. Ik dank jullie hartelijk. En ik dank ook u heel hartelijk voor uw aanwezigheid en actieve deelname. Dank. Kars, ik heb hier nog... Ja. Zeker applaus. Maar ik heb hier ook nog iemand die een tip wil geven hoe je je computer kan beveiligen of tegen reclame, begrijp ik? Ja, elke YouTube heeft tegenwoordig van die Vivo en allerlei reclames. Adblocker.com. Daar kan je tegen gratis softwareprogramma. Is gewoon online gezet. Staat ook in de toolbox. Ja. Kijk, okay. Hè, we gaan weer helemaal. Nou, we zijn nu aan de commercials begonnen. We gaan koffie drinken of iets anders. Bedankt.